Goedenavond. Goedenavond en van harte welkom bij het Christelijk Verkiezingsdebat 2019. Een uniek samenwerkingsprogramma van de Reformatorische Omroep Family 7 en het Reformatorisch Dagblad. Live vanuit de studio's van de Reformatorische Omroep hier in Nijkerk. De komende anderhalf uur gaan lijsttrekkers uit 6 verschillende provincies met elkaar de strijd aan over duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit en nog veel meer provinciale thema's. Allemaal met maar één doel: u ervan te overtuigen komende woensdag op hun partij te stemmen. Hier in de studio namens het CDA Sander de Rauwe van CDA Friesland en Eddy van Heijem van CDA Overijssel. Voor de ChristenUnie is aangeschoven Arde Schandelee van ChristenUnie Utrecht en Herman Vreugdenhil van de gezamenlijke ChristenUnie-SGP-fractie in Noord-Brabant. En namens de SGP Klaas Ruitenberg van SGP Gelderland en Nico de Jager van SGP Zuid-Holland. En u mag applaudisseren. Per stelling nemen 2 van deze heren het tegen elkaar op. Uit dat debat volgt een conclusie en die conclusie nemen we mee hogerop. Naar de Eerste Kamer om precies te zijn. Want woensdag gaan we niet alleen naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Indirect kiest u namelijk ook voor de leden van de Eerste Kamer. Uw stem is dus echt van belang. Niet alleen voor uw provincie, maar ook voor het landelijke beleid. En daarom zitten hier niet alleen lijsttrekkers uit de provincie, maar ook mensen die op de kieslijst staan voor de Eerste Kamerverkiezingen. En die staan aan tafel bij collega Arjan Klein. Jawel, Rietold. Ik heb hier 3 kandidaten voor de Eerste Kamer bij me. En we hopen ook hier op Eerste Kamerniveau, zo gezegd, over de conclusies die jullie als, ik zou bijna zeggen, provinciaal panel bespreken, hier ook als Eerste Kamer eens beter pakken in het debat. Ik heb hier de heer Rietkerk, Theo Rietkerk voor het CDA, op de 5e plaats. Ik heb mevrouw Bikker, Mirjam Berg, voor de ChristenUnie op de 1e plaats, lijsttrekker. En ik heb Diederik van Dijk, de heer Van Dijk van de SGP, op de 2e plaats. Laten we kort even aan u voorstellen thuis. Meneer Van Dijk, tijdens de laatste verkiezingen verdubbelde uw zetelaantal. Gaan we dit jaar weer een verdubbeling meemaken van 2 naar 4? 4 zetels, het zou een zegen zijn voor het land. Wel ambitieuze uitslag, maar het stemaantal vertoont al jaren een stijgende lijn. Dus wie weet? Wie weet, wie weet. Mevrouw Bikker, u bent de enige dame in ons gezelschap deze avond hier bij de Reformatorische Omroep in de studio's. Is dat een beetje maatgevend ook voor de Eerste Kamer? Voor de Eerste Kamer niet, maar wat hier in de studio goed klinkt is het geluid van de christelijke politiek. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ben ik met u eens. En dat is een mooi bruggetje naar de 3e kandidaat die nog niet in de Eerste Kamer zit. Meneer Rietkerk, wat bewoog u om zich aan te melden voor de kandidatenlijst voor dit CDA? Ik vind het heel mooi om mijn talent in te zetten voor christendemocratische politiek. Maar ook heel belangrijk om de uitvoering, wat met wet en regelgeving te maken heeft, wat knelt, om daar oplossingen te bieden voor burgers en voor ondernemers. Ah, oplossingen. Daar zijn we hier gek op. En die oplossingen die zullen we ook hard nodig hebben als we stellingen gaan bediscussiëren. En Rietkerk, als jij nou met de eerste stelling bij jou aan tafel begint. Alsjeblieft. Gaan we doen, Arjan. Dankjewel. Ja, denk je aan provincies, dan denk je al snel aan provinciale wegen en regiovervoer. We gaan het hebben over mobiliteit. Mijn naam is Jan-Willem Wiggers, ik ben burgemeester in Hattem en vanuit die verantwoordelijkheid trek ik de lobby van de samenwerkende gemeente op de Noord-Veluwe over de 28. De economische groei in dit gedeelte van Nederland is heel fors en daarmee is de 28 een heel belangrijke levensader, slagader voor die economische bedrijvigheid en die dreigt dicht te slippen. Dat betekent dat we nu vaart moeten maken met voorbereiding van planvorming en aanleg te zijn de tijd van maatregelen die de doorstroming kunnen verbeteren. Je merkt op diverse plekken, zeker als je aan het zuiden van onze regio de mobiliteit gaat aanpakken rond Hoevelaken, dan krijg je sluipverkeer via de A30, langs Putten, langs Nunspeet, Nijkerk, etc. Ermelo, dat moet je niet hebben, dan moet je goed regie opvoeren. Wat kan je nou bijvoorbeeld op het gebied van fietspaden? Is het de moeite waard om niet met de auto, maar met de fiets naar je werk te gaan? Elektrische fiets in dit geval. Nou, dat vraagt aanpassing van de fietspaden. Daar kunnen provincie en Rijk, maar in dit geval vooral de provincie, het nodig aan doen. Mobiliteit. Aan tafel Anders Schandelee van de ChristenUnie Utrecht en Klaas Ruitenberg van SGP Gelderland. Heren, ik poneer de stelling, de regionale OV-lijnen moeten gratis zijn. Meneer Schandelee. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie.
Maar de werkelijkheid is dat we de afgelopen jaren, zeker in de provincie Utrecht, maar voor mij is dat een beeld in andere provincies ook, veel zoveel hebben bezuinigd op het OV. In de provincie Utrecht geven we ruim 60% van ons budget uit aan mobiliteit. Mm-hmm. En daarvan gaat ongeveer de helft naar OV en de andere helft gaat naar asfalt. En wat de ChristenUnie betreft moet dat laatste in ieder geval naar beneden. Ja, gaan we minder geld uitgeven aan asfalt? Openbaar vervoer gratis, nee. Openbaar vervoer beter organiseren, ben ik het eens met een collega uit Utrecht, ook in Gelderland. Of je met minder asfalt het probleem oplost in Utrecht, weet ik natuurlijk niet. In Gelderland zeker niet. Wij gaan voor meer asfalt. Ja, toch heeft de ChristenUnie in haar programma staan, iedereen met de bus in Utrecht. En met de fiets. En met de fiets. Ja, zeker. Die combinatie maken wij wel. En volgens mij moet je ook niet inzetten op één modaliteit. Maar je moet juist zorgen dat mensen alle modaliteiten, alle vervoerssystemen kunnen combineren met elkaar. He, dus wij hebben bijvoorbeeld in Utrecht heel veel fietstransferia of OV-transferia of plekken waar je van de auto kan overstappen op OV. En dat zijn systemen waar je denk voor de toekomst op in moet zetten, want dat heeft echt de toekomst. Ja, Ruitenberg, reageer daar eens op. En Utrecht zal er beter kunnen. De afstanden in Utrecht zijn relatief klein, maar als je de uitgestrektheid neemt van Gelderland, zullen vooral de kleine kernen zullen gebaat zijn bij openbaar vervoer. Die is op dit moment heel mager. Dat moet beter. Inderdaad, men moet meer gebruik maken van meer modaliteiten, maar eigenlijk is dat alleen maar voor de jeugd bestemd. Want naarmate je ouder wordt, wordt het moeilijk om van de ene kant naar de andere kant te gaan. En krijgen die mensen uit de auto? Ik vrees het niet. Ja, maar dat klinkt als een soort natuurwet en daar ben ik toch niet zo van. Daar liggen politieke keuzes onder. Zolang wij als politici, ook als christelijke politici, blijven kiezen voor asfalteren, blijven mensen kiezen voor de auto omdat het gewoon het makkelijkst is. Ik woon zelf in Houten, vlakbij een treinstation. Bijna alle bestemmingen kan ik sneller bereiken met de auto. Bovendien is de auto ook nog veel goedkoper. Dus ik ben wel gek als ik met het OV ga en daar en twee keer zoveel voor betaal en twee keer zo lang over doe. Mm-hmm. Maar dat is wel het gevolg van onze politieke keuzes. En ik denk dat wij als politici, zeker als christenen, moeten zeggen van een duurzamere toekomst is meer inzet op OV. Ruitenberg? Ik vind het goed dat meer ingezet wordt op OV. Dat heb ik net ook gezegd. We moeten het openbaar vervoer beter organiseren. Maar al zolang we nog de keuzes blijven maken die gemaakt worden, is het zo dat het er nog steeds niet van komt. De hoeveelheid geld die naar het openbaar vervoer gaat, is wat ons betreft te weinig. Ja, want in uw programma staat zelfs dat u carpoolen wil stimuleren. Oké. Dat is met de auto. Ja, inderdaad, dat klopt. Want op dit moment is het zo dat het openbaar vervoernet niet toegesneden is op de behoefte, mobiliteitsbehoefte van deze tijd. En dan moet je wel andere dingen doen. En de auto is daarvoor een oplossing. Ja. Maar daar doet zich iets merkwaardigs bij voor. Hè? En dat speelt voor mij ook in alle provincies. En dat is dat wij bij OV vaak in onze concessies, hè, de afspraken die we met OV-bedrijven maken, een financieel plafond erbovenop leggen en zeggen van het mag niet meer kosten dan dit. Mm-hmm. Waardoor soms goed renderende lijnen, buslijnen, geschrapt moeten worden, omdat we binnen dat budget moeten blijven. Terwijl ik in Utrecht in die 8 jaar dat ik daar een statenlid ben, keer op keer zie dat we enorme overschrijdingen hebben, ook juist op wegenprojecten. En daar zeggen we nooit bij van, we hebben afgesproken die tunnel mag niet meer dan 40 miljoen kosten. Dus ja, sorry, we doen het er maar voor. Ja. Daar zeggen we ook van ja, het is ontzettend balen dat die duurder is geworden, maar dat geld moet erbij. En dat zouden we eigenlijk, die soepelheid zouden we richting OV ook moeten hebben. Nee, eens eruit met we wel. Soepelheid richting OV? Soepelheid zeker. Alleen ik vrees dat de infrastructuur van het openbaar vervoer is zo slecht, zo weinig bij deze tijd passend. Maar daar komen onze keuzes, hè? Inderdaad. Ja. Maar op het moment dat Den Haag geen andere keuze maakt, ben je als provincie en ben je bovendien alleen maar verantwoordelijk voor het regionaal openbaar vervoer. In Houten heb je het voordeel dat je daar bij de Rijksinfrastructuur zit. En die is natuurlijk veel beter dan. En als we het iets breder trekken en bijvoorbeeld elektrisch fietsen stimuleren, is dat een idee? Ja, dat is goed, maar als je 85 bent, stap je niet meer op een elektrische fiets. Nou, je moet ze de kost geven, denk ik, die dat nog doen. Meneer Schadeleen? Ja, nee, in Utrecht zetten we daar heel erg veel op in wat de ChristenUnie betreft. Alleen gebeurt het in de provincie nog te weinig. Mm-hmm. Terwijl juist de Utrechtse provincie door zijn schaal zich heel goed leent om met de fiets dingen te doen. Hè. Eigenlijk alle grote plaatsen in de provincie Utrecht zijn per fiets prima bereikbaar als je daar goede fietssnelwegen neerlegt. En daar zetten wij ook graag op in. Sorry, fietssnelwegen? Fietssnelwegen. 6 baans, 130 met je fiets. Doe maar. In plaats van met de auto. Met een dat is nog eens anders nemen, vervoerssysteem. Ik ga elke dag met fiets naar het werk.
Maar ik ben een eenzame mus onder dit dak van dit Nederland. Ja, en dat is zonde, want ik vind dat we daar ook echt meer op in moeten zetten. En ook dat is gevolg van politieke keuzes die wij als politici maken. Ja, hoe ver moet u fietsen, meneer Ruitenberg? 4,5 kilometer. Oh, dat is niks. Ja, dan zou ik het ook wel kunnen. Dan moet je niet te snel fietsen, want dan ben je er zo. Hoe vaak doet u het, meneer Kapastekamp? Ja, ik fiets regelmatig. Als er nog even asfalt is gevallen, minder asfalt Utrecht? Nou, we hebben nu al vreselijk veel, dus wat dat betreft is dat dan wel een keer klaar. En bovendien lossen we vaak met asfalt dan een probleem op wat is ontstaan doordat we zoveel asfalt hebben. Ja. He, dus je wil eigenlijk het aantal autokilometers wil je oplossen, terugbrengen door meer autokilometers te gaan maken, door meer file te veroorzaken. Ruitenberg, Gelderland? Dat is helemaal niet waar, want als je kijkt naar Gelderland, heeft ook een functie als corridor voor de Rotterdamse havens. Als je ziet dat met de nieuwe Maasvlakte, dat er 3 keer zoveel vervoer moet komen. Als je kijkt naar het aantal vrachtauto's dat naar het achterland moet, dat is ongelooflijk veel. Dus op het moment dat je... Ik denk dat we in de komende 20 jaar toe moeten naar een verdubbeling van die A15. Oké. Okay. Heren, wij ronden af. Ik poneer de stelling en die gaan we naar de Eerste Kamer tillen, die in een andere studio zit. Het openbaar vervoer tot 10 kilometer in de regio moet gratis. Arjan. Nou, Riekelt, er werd hier eigenlijk al een beetje meegediscussieerd, al luisterend naar jullie gedachtenwisseling op provinciaal niveau. En daar werd Gelderland met Utrecht een beetje vergeleken. Maar laten we eens kijken wat hier deze kandidaten voor de Eerste Kamer in eerste instantie zelf doen als het gaat om woonwerkverkeer. Dus ik ben wel benieuwd, meneer Rietkerk, waar woont u? Kampen. Kampen? Ja. Is dat net zo'n metropool als Houten? Nee. Waar alle verbindingen bijeenkomen? Houten en Utrecht, dat is van andere orde dan Kampen. Hoe gaat maar u straks naar de Eerste Kamer? Met de Hanselijn. En dat is fantastisch, want toen ik in de Tweede Kamer zat, was die Hanselijn er nog niet. En door een gezamenlijke inzet van Flevoland en Overijssel is die Hanselijn er gekomen. Dus ik ga of in Kamp of in Zwolle opstappen. Ja. En dan kom ik in Den Haag aan. Dan kan ik ook nog wat lezen. Aha, maar dat lijkt net alsof die provinciestaat voortouw hebben genomen. En meneer Van Dijk, nu hoorde ik zo net dat Den Haag geen keuze maakt. Waarom maakt Den Haag geen keuze? En wat zou u eraan willen doen als Eerste Kamerlid? Den Haag maakt wel heel veel keuzes, alleen niet altijd de goede. Kijk, het probleem wat hier ook achter ligt is dat er miljarden en miljarden beschikbaar zijn voor de bereikbaarheid binnen de Randstad. Mm-hmm. Maar het gebied buiten de Randstad grijpt heel vaak buiten de pot. Ook provincies als Zeeland of Overijssel en dergelijke. En ik zou heel graag willen dat het kabinet, waarin deze twee partijen ook een plaats hebben, dat ze hier eens gaan werken aan een trendbreuk. En dat het landelijk gebied niet altijd aan de laatste mem hangt, zo zegt. Zo, dat klinkt ook wel een beetje landelijk, ja. Maar straks komen we het hebben over agrarisch en dergelijke. Maar laat dat gezegd zijn. Den Haag moet dus wel keuzes gaan maken. En veel duidelijker keuzes. Dat proef ik een andere beetje keuzes. Andere en keuzes. Meer oog voor het landelijk gebied. Want inderdaad, het openbaar vervoer is daar vaak geen alternatief voor de auto. En daarom ben ik ook blij met het realistische geluid van de SGP-woordvoerder. Het gaat om een intelligente mix. En asfalt is geen vies woord. Ah, kijk, hier komt de partijpolitiek naar boven. Mevrouw Bikker, hoe reist u doorgaans naar uw werk? Ik woon in Gouda en dat is een prachtig plek. Dat is die Randstad. Met een sneltrein. Maar ik heb ook in Nunspeet gewoond, op de Veluwe. Dus ja. Ik weet heel goed het verschil waar je af en toe met de bus lang moest wachten voordat er iets was. En ik weet hoe belangrijk het is dat er dan ook provinciaal geïnvesteerd wordt. Dat er ook regionaal vervoer is. Pas moest ik naar Werkendam, andere plek. En om 8 uur kon ik de laatste bus terugnemen en dan weet je weer van s'avonds. 8 uur s'avonds zou mijn spreekbeurt afgelopen moeten zijn. Nou, u begrijpt, dat ging hem niet worden. Dus ik weet heel goed hoe bevoorrecht ik ben als Goudse. Maar ik weet daarom ook heel goed waar ik me sterk voor maak. En dat is echt openbaar vervoer. Niet alleen in de Randstad, maar ook daarbuiten. En neem bijvoorbeeld de lijn Utrecht-Breda. Daar rijdt nu geen trein. Er staan wel elke dag duizenden auto's in de file. En wat is er logischer dan daar een fatsoenlijke spoorverbinding maken. Maar een van de vragen aan u is dan van hoe krijgen we dan mensen uit die auto in het openbaar vervoer? Is dan dat het enige antwoord? Betere treinverbindingen? Nou, wat je ziet, wanneer kiezen mensen voor openbaar vervoer? Als het sneller is en als het vaak genoeg rijdt. Want neem die bus in Werkendam. Als je om 8 uur nergens meer kan komen, dan kies je daar niet voor. En dat is goed te begrijpen. Maar als ze zoals in Gouda, als ik ieder kwartier naar Den Haag kan gaan, dan zou ik wel gek zijn als ik in de file ga staan. Dus daar zit heel duidelijk de afweging. En dat is inderdaad een keuze van de overheid. Waar kies je voor? Als je wil zorgen dat mensen in het openbaar vervoer stappen, moet je het ook goed regelen. En stel ervoor dat er straks de eerste motie Rietkerk wordt aangenomen. Hoeveel is de financiële paragraaf opgebouwd? Hoeveel geld mag erin, wat u betreft? Ik vind echt dat als het gaat om de Randstad en Brabantstad, dat je daar zeg maar, met metropolien hebt waar je gewoon met openbaar vervoer en met auto moet kunnen blijven rijden. Maar als het gaat in Friesland of in Groningen of in Zeeland, waar ik geboren ben, dat is een volstrekt andere orde. En als je dan een gemeenschap wil zijn,
En als je dan een kern bent, dan wil je ook elkaar ontmoeten. En dan kun je niet op die bus wachten, want die is er dan gewoon niet. Wat je dan in Den Haag moet doen, en de Tweede Kamer heeft het primaat, ik hoop dat die investeringen wat meer in balans komen. Maar je blijft verbreding nodig hebben van snelwegen. De N50 in Kampen, dat staat stil. Dat gaat het allemaal de lucht in, zeg maar, het vuil. Mm-hmm. Ondanks het feit dat er gewoon 2 treinstations zijn in Kampen die gewoon vol zijn. Ja. En ik ben heel erg voor dat alle studenten en alle jongeren gewoon gratis een OV-jaarkaart krijgen. Gelukkig is dat bij het mbo nu, waar ik mag werken, sinds een jaar een feit. Maar zouden we dat dan niet kunnen verbreden tot de stelling die we net meekregen vanaf de provinciale tafel? Tot 10 kilometer gewoon al het OV gratis. Het is niet gratis, want ook voor OV moet je betalen. Dat heeft met keuzes te maken. En ik ben daar niet voor, want het moet wel vanuit jezelf kunnen. En je moet vanuit jezelf de keuze maken. Niet alleen naar de overheid wijzen, je kunt zelf ook wat doen. En dat zegt het CDA eigenlijk, die verantwoordelijkheid ligt ook bij jezelf. Ik denk dat we het daar wel met z'n allen over eens zijn, u als partijen kennende. Maar meneer Van Dijk, u gaf net aan, wij zijn kabinetspartij. Wat heeft nou dit kabinet in de afgelopen 4 jaar gedaan? Want ja, verkiezingen is vooruitkijken. Maar laten we ook even terugkijken. Wat is er gedaan aan dit probleem? Als het gaat om mensen het OV inkrijgen, nou, er is op zich heel veel geld in het OV gestopt. Het probleem wat ik net induidde, dat verwijt ik het kabinet. Te veel aandacht voor de Randstad en te weinig voor het landelijk gebied. Wat wij als SGP, waar we ook nog heel veel potentie zien, er kan nog heel veel vervoer van de weg naar de binnenvaart. Die binnenvaart zou ook nog veel meer gestimuleerd kunnen worden. Heel veel vrachtverkeer van de weg af. Dus het gaat om dat totaalconcept en niet in enkele modaliteiten denken. Goed. Dat is dan mooi dat de ChristenUnie en het CDA een motie hebben ingediend om de Kornwerdersluis om die te verdiepen. Zodat die schepen naar Urk kunnen, naar Kampen kunnen, naar Zwolle kunnen. En daar moet je wel echt, zeg maar, ertoe doen in het kabinet om uiteindelijk die investeringen te doen. Hartstikke dus goed. Dat is mooi. En dat steunen wij graag. Afsluitende vraag aan meneer Van Dijk. Heeft u meegestemd met die motie? Er was een motie in de Tweede Kamer. Nee, ik heb nog nooit in de Tweede Kamer gezeten. Nee. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat de Tweede Kamerfractie deze motie dan gesteund heeft. Akkoord, dankjewel. Riekelt, je hoort het. Er moet nog van alles gebeuren. Niet alleen asfalt, niet alleen OV. Maar ook zelfs het beroepsgoederenvervoer op de binnenvaart komt aan bod. Wat mij betreft gaan we gauw door naar de volgende stelling, die wellicht veel meer discussie tot gevolg heeft. Ja, maar ik richt me eerst even tot de kijkers van Family 7, de Reformatorische Omroep en het Reformatorisch Dagblad. Fijn dat u kijkt. En als u mee wilt praten met dit debat, dan kan dat. Gebruik dan de hashtag Christelijk Debat. Dus de hashtag op Twitter, Facebook, etc. Christelijk Debat. We gaan naar de volgende stelling, want we willen af van het gas. Is het niet vanwege ons duurzaamheidsgevoel, dan is het wel omdat we ons verplicht voelen richting de Groningers. Maar hoe maken we die overstap van gas naar groene energie? Het volgende onderwerp is de energietransitie. We vragen bijvoorbeeld soms zelfs de vraag, ik wil graag een groen dak. Is daar subsidie voor? Nou, dat is er niet. Sommige gemeenten hebben daar wel subsidies voor. Maar hele concrete vragen van inwoners. Ik zou daar graag een goed antwoord op willen hebben. Ik kan me voorstellen dat mensen druk van bovenaf ervaren. Het komt veel in het nieuws, we moeten van het gas af. Maar het leuke is, wij krijgen veel mensen ook bij de helpdesk die mail sturen of telefonisch contact hebben. En dat zijn soms ook mensen die al de 70 gepasseerd zijn. En dan denken, ik ga nu zonnepanelen nemen. En die terugverdientijd, ach ja, dat haal ik er niet meer uit. Maar ik doe het voor de toekomst. De subsidies helpen mensen om stappen te zetten in duurzaamheid. Dus, daarbij kun je denken aan, wat is dan een slimme eerste stap om te zetten? Mensen daarbij ondersteunen om bijvoorbeeld goed en onafhankelijk advies te krijgen. En subsidie helpt daar heel goed bij, ja. De energietransitie. Aan tafel Eddy van Heijem van het CDA Overijssel en Nico de Jager van de SGP Zuid-Holland. Heeft de provincie eigenlijk iets te zeggen over die energietransitie? Zeer zeker. Ik denk dat zonder de provincies die energietransitie ook niet gaat slagen. Dat wij zo belangrijk zijn voor de uitvoering. Om echt partijen bij elkaar te brengen, dingen in gang te brengen, dat anders ook niet gaat lukken. Ja. Om één voorbeeld te noemen. De provincie Overijssel heeft al sinds 2012 een energiefonds van meer dan 200 miljoen euro, waarmee we ook leningen verstrekken om investeringen op gang te helpen. U steekt er geld in. Als ik zeg, meneer De Jager, de provincie geeft iedereen een warmtepomp, wat zegt u dan? Ja, volgens mij stond er zelfs gratis bij. Gratis, mag ook, ja. Volgens ons bestaat gratis niet. Nee. Want als je het ene gratis doet, de overheid kan niet gratis geld uitgeven, want het moet ergens verdiend worden, dat betaalt de anderen. Maar u snapt de achterliggende gedachte? Ik snap de achterliggende gedachte, maar ik vind hem ook eenzijdig. Want dan zou je eigenlijk alleen richten op de warmtepomp. En we hebben alle mogelijke middelen nodig om die transitie te maken, mm-hmm. Niet alleen de warmtepomp. Wij zijn er wel voor om goede initiatieven die goed werken te stimuleren. Ja.
Dus een subsidie is wat ons zeker bespreekbaar, maar dat is wat anders dan gratis. Maar wij willen eigenlijk veel meer pleiten van begin eerst bij het energieverbruik wat je op dit moment doet. Ja. En daar zit de grootste besparing in. Maar even van Heem, mee eens? Ja, ik herken overigens wel daarbij ook de zorgen die wel een beetje uit dat filmpje naar voren kwamen. Want dan kunnen we wel met elkaar zeggen, het moet allemaal. En natuurlijk de opdracht om aan die energietransitie te werken, die herkennen we allemaal. Ook als CDA willen we de wereld beter en mooier doorgeven aan onze toekomstige generaties, aan onze kinderen. Maar het moet wel betaald kunnen worden. We hebben als CDA-lijsttrekkers bij het begin van deze campagne, Sander de Rauwe was daar ook bij, echt gezegd, let erop, het moet wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. Ja. Het moet draagvlak zijn. En die kosten, die energierekening voor mensen, die loopt op. Daar maken heel veel mensen zich zorgen over. Dus als we die transitie op gang willen helpen, dan zullen we als overheid daar ook iets bij moeten leggen om mensen over de streep te halen. Ja, als ik jullie verkiezingsprogramma's lees, dan zet u in op zonne-energie en u op windturbines. Nou, wij zeggen, het zal voor een deel allebei moeten. Maar wat wij willen is juist van onderop met de samenleving werken aan die energietransitie. Mm-hmm. En dat betekent ook dat wij niet turbines en zonneparken op agrarische grond erdoor gaan drammen, zeggen we toch maar even. Maar dat wij van onderop willen werken met draagvlak aan die transitie. Maar waar moeten die komen, die turbines? Nou, wij zien bijvoorbeeld op bedrijventerreinen ruimte. Maar wat wij niet willen is dat er zonder draagvlak, bijvoorbeeld door een minister van Binnenlandse Zaken, die dat afgelopen week heeft gezegd, hè, als provincies en gemeenten die dit niet met elkaar gaan realiseren, dan leggen we dat u wel op. Ja. Ja, ik denk dat dat een hele valse start is om deze transitie te beginnen. De jager niet opleggen. Aan draagvlak moeten werken. Moet vanuit de mensen zelf komen. Het moet zeker vanuit de mensen zelf komen. En ik gaf dat net ook al aan. De beste besparing begint bij jezelf. We moeten minder gaan vliegen, korter gaan douchen. Dat is de eerste stap. En dat scheelt ook gelijk geld. En dan kan je wel investeren. Hand in eigen boezem. Hoe vaak vliegt u? Niet zoveel als het gemiddelde. Hoe vaak? Ja, dat is een hele makkelijke. Niet zoveel als het gemiddelde. Ik vlieg wel eens. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik minder kan gaan vliegen. En daar beter bij op kan gaan letten. En dat geldt ook voor douchen. Dat geldt ook voor ander energiegebruik. En daarnaast kan je niet alleen met zonne-energie of windenergie in Nederland de transitie maken. Want dat is onvoldoende. En daar haal je het niet mee. Je zal alles moeten gebruiken. Ja, dus niet eenzijdig op een warmtepomp of een zonnepaneel of een windbine. Maar we zullen alles uit de kast moeten halen om die energietransitie te doen. Zijn we niet veel te klein als Nederland voor een klimaatredding van de wereld? Dat zijn we zeker. Ik vind, daar moet je realistisch in zijn. En tegelijkertijd moet iedereen zijn aandeel leveren. Dat geldt ook voor ons. Maar zonder Europese of mondiale aanpak ga je dit probleem natuurlijk niet oplossen. En ik denk ook dat voor de oplossingen, kun je afvragen of het volledig van het gas af wel op korte termijn een realistisch doel is. Ik denk dat we gas als transitiebrandstof echt ook nog nodig zullen hebben. U bent het niet eens met uw moederpartij in de Tweede Kamer dan? Jawel, want we willen van het Groningse gas af. Maar laat ik zeggen, dat wil nog niet zeggen dat we op korte termijn helemaal gasloos kunnen werken. En sterker nog, op de lange termijn kan waterstofgas wel eens een hele kansrijke transitie zijn, waardoor je dat gasnet misschien ook nog weer nodig hebt. Goed idee, de jager? Nou ja, waterstof is op zich wel een goed idee, maar we zijn daar nog niet. Want om waterstof te maken heb je ook weer energie nodig. Kijk, als je restenergie daarvoor gebruikt die je toch niet kan gebruiken en die dan omzet in waterstof, dat is een hele goede ontwikkeling. Maar op dit moment inzetten op waterstof waarbij je een andere energiebron gebruikt, daar willen wij nog eens even heel goed naar kijken. Ja, stel even precies het punt. Hè. We zullen echt heel veel innovaties, energie-efficiënte zonnepanelen, windmolens, maar ook waterstof, het opslaan van energie, nodig hebben om die transitie tot een succes te brengen. Dus we moeten ook met elkaar blijven investeren in kennis. Ook een kans voor onze economie. Ik denk echt dat die waterstof-economie en de opslag van energie ook voor onze economie en onze kennisinstituten en bedrijven een kans zijn. Dat is dan de overtollige energie die je bij windenergie en zonne-energie opwekt op momenten dat je het niet kwijt kan. Mm-hmm. En dan is dat een hele goede ontwikkeling. Daar zijn nog voorbeelden van. Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan restwarmte die je kan gebruiken. In Zuid-Holland is er een project waarbij we de restwarmte gaan gebruiken en gaan verdelen over steden. Ja, tot slot. Gelukkig zijn we het daarover eens, maar dat we die innovaties nodig zullen hebben. En dat betekent ook dat je wel met verstand moet blijven kijken naar de oplossingen die we nu bieden. En dat we ook onze inwoners, onze bedrijven moeten meenemen. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Er moet draagvlak zijn, anders krijg je uiteindelijk deze transitie ook niet van de grond. Duidelijk, heren, dank. Wij gaan naar de Eerste Kamer, naar de andere studio. En ik leg daar de stelling neer. Nederland is veel te klein om het klimaat van de hele wereld te redden. Arjan. Nou, Riekeld, laten we dan eens even peilen hoe men er hierover denkt. Laat ik eens in het midden beginnen bij de ChristenUnie. Is Nederland inderdaad te klein om het klimaat te redden?
Nou, sowieso is dat redden natuurlijk een beetje vreemd. Deze wereld is geschapen door onze heren en het is in zijn hand. Maar we zijn wel rentmeesters en we mogen leven van de rente van deze aarde. En als we nu kijken hoe Nederland consumeert en leeft. Als iedereen zo zou leven als Nederland, zouden er geloof ik wel 2 of 3 wereldbollen nodig zijn. Dus we moeten wel ons gedrag veranderen. Dat is iets anders dan redden. Maar als we dan toch mee willen werken als rentmeester, moet dan iedere Nederlander een warmtepomp krijgen? Nee, sowieso gratis bestaat niet, maar ik denk dat we ook... Nee, dat hoorde ik zo net ook. Maar... Ja, nee, daar had die meneer helemaal gelijk in, want dat moet ergens betaald worden. Maar we moeten vooral goed kijken wat werkt. Ik woon in een huis uit de jaren 70. Als je daar een warmtepomp in zet, is het effect helemaal niet handig. Want mijn huis is niet goed genoeg geïsoleerd, dus daar moet ik werk van maken. Als je kijkt naar wat sociale woningbouwverenigingen kunnen doen, dus echt voor de sociale huur, neem bijvoorbeeld een flat in Utrecht. Ken ik dan toevallig het voorbeeld van waar ze echt met zonnepanelen op die flat hebben gezet en op het dak. En die flat levert nu energie. Zo kan je eigenlijk per type woning kijken wat nodig is. Kan de overheid ook maatwerk leveren. En zorgen dat huishoudens die gewoon een gemiddeld loon hebben. Precies. Dat die het ook kunnen betalen. Want anders wordt het sowieso niks. Maar noemt u nou eens een voorbeeld van het maatwerk? Nou, dit is dus zo'n voorbeeld waar de woningbouwvereniging... Ik onderbreek u, want ik woon ook in een huis van de jaren 70 of daarvoor. En dat is geen huis van de woningbouw, dat is van ons. Precies. Maar hoe gaan wij dat doen? Dat is voor ons, dus voor u en voor mij en voor de meeste Nederlanders een vraag, want wij hebben dat geld niet op onze spaarrekening staan. Er liggen nu maatregelen voor het klimaatakkoord, zijn net doorgerekend. Daar moet een pakket komen, juist ook voor mensen zoals u en ik met een gewoon gezin. Hoe kan je die omslag maken? En daar kan de overheid bijvoorbeeld, of het nou via een fonds is, of via dat het energiebedrijf iets aan je uitleent, wat je rustig met je energierekening meebetaalt, maar op een fatsoenlijk niveau. En wat je uiteindelijk terugverdient, in dat soort maakbare stappen. Klein, betaalbaar, maar wel goed voor de schepping en goed voor je portemonnee. Als dat zou kunnen, volgens mij is dat echt mogelijk. Maar er zit politieke wil achter. En dat gaat echt de komende jaren blijken of dat er is. Heel goed, politieke wil. Toen we het over onze huis hadden, mevrouw Bikker, toen zag ik meneer Van Dijk begrijpend knikken. Woont u ook in zo'n oudtochtig huis? Nee, ik heb een huis dat is gebouwd in de jaren 80. Allemaal dubbelglas, hardhout. Kijk nou en, toch. Nee, wat dat betreft. Maar dat bleek ook pas uit onderzoek. SGP'ers scoren bovengemiddeld als het volgens mij gaat om duurzaam leven. Dus, ja, dat ging over vliegreizen, geloof ik. Vliegen en het gebruik van spullen, et cetera. Ja. Ik wil het toch even genoemd hebben. Nou, maar goed. Stel, aan de overkant van uw straat, daar staat dat jaren 30 huisje. Ja. Prachtig, karakteristiek. Maar dat huis valt niet te isoleren. Geen spouw, dakisolatie. Zo lekker als een mandje wat dat betreft. Hoe gaan we die mensen nou meenemen? Want dat noemde u, mevrouw Bikker, ook iets. Hoe gaan we de mensen meenemen in dit hele proces? Als je ook dit soort hele huizen helemaal up-to-date wil maken en bij wijze van spreken energie-neutraal, is niet slim. Want er moet ontzettend veel geld in. Neem er dus de tijd voor. En bij je nieuwbouwwoningen, die kun je helemaal optimaal inrichten en energie-neutraal. Dus we kunnen het geld allemaal maar 1 keer gebruiken en inzetten. Doe het op een goede manier. En deze omslag moeten we vooral maken via de nieuwbouw. En niet door heel veel geld te stoppen in dit soort oude jaren 30 woningen. Nu, u bent het volgens mij met z'n drie wel redelijk eens. Want meneer Rietkerk, die zag ik ook al begrijpen knikken. Dus ik zie daar heel veel gemeenschappelijke delers. Maar hoe lang gaat het nou duren voordat we kunnen zeggen als Nederland... ja, we hebben onze klimaatdoelstellingen bereikt? Ik knikte omdat het om de nieuwbouwhuizen gaat. Ah, u woont ook in die nieuwbouwhuizen? Nee, naar de perspectieven voor de mensen. Want er zijn veel gezinnen die net die nieuwbouwwoning kunnen kopen. Maar daar hebben we al energie neutraal. Daar knikte ik op. Als het gaat om de grote woningvoorraad, dan is ongeveer 80-90% van de Nederlanders die zeg maar hard werken voor hun bestaan. Dan betekent het dat je een periode van minimaal 15 tot 20 jaar nodig hebt om aan die gezinnen en dan de lage inkomens en ook de middeninkomens, die moeten we ontzien. Want er zijn veel mensen die het gewoon kunnen betalen. En dan moet je afspraken maken, arrangementen met de bank, met de Triodosbank. En dat betekent dat je het niet over 4 jaar moet zien, maar je moet het over 15 of misschien wel 25 jaar zien. Tuinbouwbedrijven bijvoorbeeld, die investeren over 30 jaar. Bijvoorbeeld de geothermie. En dan helpen ze 10.000 gezinnen aan energie. 10.000. Nou, dat zijn maatregelen, innovaties die wereldwijd verkocht kunnen worden. Dat is dus interessant. Ja. En je helpt de gezinnen die het zelf moeilijk hebben om te betalen, om dat in een range van 10, 15, 20 jaar uit te smeren. Dan redden we het, net zoals met een hypotheek. Akkoord, dank u wel. Mevrouw Bikker, afsluitende opmerking. Ja, maar we moeten ook gewoon slimmer worden. Neem nou de Rotterdamse haven. Als je daar langs rijdt, zie je de warmte de lucht ingaan. Terwijl die warmte kan heel goed ingezet worden om huizen te verwarmen. En die ontwikkelingen zijn er. En de overheid kan dat nu stimuleren of remmen. En ik zeg stimuleren, want onze aarde, daar moeten we zuinig op zijn. Die hebben we gekregen. Maar stimuleren, dat vereist een commitment.
u wilde daar niet over geven? Ja, wat mij opvalt, wat mij hier heel erg opvalt, is dat we allemaal constateren, het klimaat staat op de agenda. Gaat ook niet meer vanaf, er zijn miljarden voor beschikbaar. Grote partijen staan erachter. Biedt dat ook weer niet perspectief, juist voor de christelijke politieke partijen, om weer echt onderscheiden politiek te gaan bedrijven? En dat wij aandacht vragen voor die thema's die niet hoog op de agenda staan. Zoals bijvoorbeeld het ongeboren leven. Als wij in de wees geen rust kennen voordat het ongeboren leven is net zo hoog op die agenda staat als het klimaat. Laten we daar nu voor gaan. Kijk, u bent er een meester in om een nieuw onderwerp aan te kondigen, maar toch staat hij niet op onze handout. We gaan terug naar de provinciale paneldiscussie met het volgende thema. Ja, op steeds meer plekken in het land wordt chemisch drugsafval gedumpt in natuurgebieden. Maar ook op bedrijventerreinen en zelfs naast woonhuizen. Misschien heeft u er ook wel last van. Maar wie is er verantwoordelijk voor het opruimen van deze troep? Nadat mijn vrouw terugkwam van het sporten met mijn dochtertje zwemmen, toen hing het huis helemaal vol met een damp. Toen heeft ze ook meteen de gasbedrijf gebeld. Om te kijken, ja, wat is dit? Ze hebben geweest, open alle ramen en deuren en we komen meten. We konden gewoon niet meer in ons huis omdat het zo erg was. Je woont hier in een stad en dan verwacht je niet dat er zoiets gebeurt. Maar je verwacht ook dat er heel snel actie wordt ondernomen. Dat je niet alles zelf moet bedenken en verzinnen. Hadden we ons laten vergiftigen door de damp, dan was dat ons probleem geweest. Mensen, particulieren of gezinnen kunnen slachtoffer worden van criminaliteit. En dat is gewoon de waarheid. Ik ben net zo proactief en enthousiast met het helpen van particulieren als dat er met bedrijven en openbare gebieden gebeurt. Van ga uit van de gezondheid van de mensen en zorg daarvoor. Bescherm ze. Aan tafel Eddy van Heijem van het CDA Overijssel en Herman Vreugdenheel van de ChristenUnie SGP Noord-Brabant. U heeft er heel veel last van. Ik heb er heel veel last van. En sterker nog, dit gezin belde mij 2 jaar geleden op. Van, we hebben te maken gehad met een onleefbare situatie. Iedereen loopt van weg. De brandweer is geweest. We kunnen niks doen. De politie is geweest. We kunnen niks doen. De GGD is langs geweest. Iedereen laat ze in de steek. Ze belden me op en we zijn ermee aan de slag gegaan. Dus ja. Dit zijn de dingen die wij bijna dagelijks wel in Brabant... Overijssel ook? Nog niet in die mate, denk ik. Maar je ziet het oprukken. Gelderland heeft er in toenemende mate last van. Maar Overijssel ook. Dumpingen op plekken. Vervuiling van grond. Hoge kosten die dat met zich meebrengt. Er gaat een hele criminele industrie achter schuil. En dat moeten we echt keihard aanpakken. Ja, de stelling staatswiet vraagt om staatsdumpplekken. Meneer Van Heijen. Nou, het vraagt om een keiharde aanpak. Staatswiet, daar zijn wij als CDA mordicus tegen. Laat ik daar ook volstrekt helder over zijn. Maar het kabinet gaat het uitvoeren. Nou, waar zit. Ik heb er de laatste tijd weinig meer van vernomen, moet ik eerlijk zeggen. Het is van de baan. Ik heb geen idee. Ik zit niet in het kabinet, zoals u weet. Ik ben van de provincie. Maar er zijn ideeën om projecten met legale productie en levering van wiet te leveren. Wat ons betreft kan daarvan worden afgezien. Wij vrezen ook in de grensstreek, in grensregio Twente, daar heel veel last van te hebben. Ja. Daar is nu al heel veel drugsoverlast. Hebben we in toenemende mate ook met dumping te maken. Het is geen oplossing voor de problemen waar we voor staan. Die drugsproblemen zijn echt een geestel voor de samenleving. Leveren ontzettend veel problemen op bij jongeren, bij mensen die concentratieproblemen hebben. Ja, even naar Noord-Brabant, want u draait op voor de kosten van of de burger of een bedrijf. Ja, helaas draait de burger op voor de kosten. En dat is het oneerlijke ervan. Er zijn criminelen die dumpen het op jouw terrein waar je niks aan kan doen. En vervolgens kan jij voor de kosten opdraaien. Nou, we hebben er heel hard voor gevochten om in ieder geval een regeling te kunnen treffen, een tijdelijke regeling, dat 50% van de kosten vergoed worden. Maar als jij met een dumping te maken, dit gezin moest een onderzoek laten doen, betaal meteen €20.000 voor een onderzoek. Krijg misschien de helft terug, moet nog steeds €10.000 zelf betalen. Dat is zo oneerlijk. Maar dat wilt u veranderen? En wat wij willen is dat het geld wat afgepakt wordt van de criminelen, wat eigenlijk rechtstreeks naar Den Haag gaat, dat geld moet weer terugkomen, moet ingezet worden voor 1, de aanpak van drugscriminaliteit, maar 2 ook voor de compensatie van degene die ervoor getroffen worden. En dat zijn particuliere gezinnen, maar dat zijn ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, die volop met dumpingen te maken krijgen, maar alles zelf moeten betalen. En al dat geld kunnen zij niet besteden aan natuurbeheer. En dat vinden wij oneerlijk. Ja, en er moet echt een goede regeling voor komen. Van Heijen, met boevengeld vang je boeven. Ja, ik ben het hier zeer mee eens. Hier kunnen we elkaar volledig de hand geven. Sterker nog, minister Grapperhaus is afgelopen week in Twente geweest, waar wij hem ook hebben geconfronteerd met de toenemende problematiek, ook in Oost-Nederland. En we hebben ook dit punt nadrukkelijk bepleit, want het klopt dat het kabinet hier de provincies een beetje in de steek laat. Wij moeten nu een deel van die kosten zelf betalen. Wij hebben ook als provincie Overijssel
Parijs onlangs weer besloten om dat maar toch voor een deel weer zelf te gaan doen. Mm-hmm. Maar het Rijk moet echt met een toereikende regeling komen. Ja, Vreugdenhel, zou meer politie niet een oplossing zijn? Nee, dat is niet. Maar ik wil toch eigenlijk samen met Eddy hier een optrekken. Want gisteren was minister Grapperhaus in Brabant, in Veghel. En toen werd hij eigenlijk geconfronteerd met onze boswachter Erik de Jonge. Die zei van, dit maak ik elke dag mee, kun je mij helpen? En hij gaf geen antwoord erop. Dus Eddy, wij moeten nog harder richting Den Haag, ook richting jullie minister, moeten gaan ingrijpen. Want die 100% vergoeding, die moet er echt komen. Want het is unfair. En dan moeten we echt samen optrekken om zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat ik ook namens de provincie Overijssel in het bestuur van het IPO, de gezamenlijke lobbyorganisatie van de provincies, mag zitten. En dat we hier als provincies al nadrukkelijk samen bij het kabinet in optrekken. Dus, maar daar moeten we dan inderdaad nog meer werk van maken. Maar meer blauw op straat? Meer blauw op straat, ook daar levert het kabinet gelukkig wel. We hebben ook in Oost-Nederland, merken we dat er gelukkig meer wijkagenten komen, maar ook meer recherche om dit soort ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Maar daar moet echt een tandje bij, want het leidt tot een ondermijning van de rechtsstaat, van de economie. Het leidt tot een parallelle economie. Ja, en dat moeten we echt keihard aanpakken. Ja, tot slot, Vreugdenhel. Is Noord-Brabant de narco-provincie van Nederland? Nou, ik woon ontzettend graag in Brabant, dus je hoeft niet te denken dat overal op elke hoek van de straat dat er een drugslamp staat. Maar het is wel een heel groot probleem wat echt onze samenleving ondermijnt. En dat moeten we gezamenlijk aanpakken. Nou, hier is eigenlijk een deal gesloten. We gaan die 100% vergoedingregeling gaan we doen. We hebben als provincie zelf, is mijn voorstel geweest, extra geld voor treinbeheerende organisaties, dat er ook meer toezicht gehouden kan worden dat we dit voorkomen. Dus we nemen ook zelf als provincie onze verantwoordelijkheid. En ik hoop dat we straks ook echt coalities krijgen in die provincies die dit thema heel stevig gaan aanpakken en daar ook echt werk van gaan maken. Want misschien zijn we geen narco-staat, maar we kunnen echt niet meer wegkijken. We moeten nu aanpakken. Oké, nou, u heeft hier al een coalitie gesloten, dus dank daarvoor. Wij gaan naar de Eerste Kamer, naar de andere studio. En ik leg daar de stelling neer. Drugscriminaliteit vergt meer blauw op straat. Nou, inderdaad. En ik hoor dat hier beneden al coalities worden gesloten. Wie weet gebeurt dat hierboven ook in de andere studio bij de Eerste Kamerleden of kandidaat-Kamerleden. En minister Grapperhaus werd al even aangehaald. Hij heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat Nederland al gewoon een narco-staat is. Goed, meer blauw op straat. Meneer Van Dijk. Meer blauw op straat is goed. En ik zou in dit verband vooral zeggen, ook meer blauw in het landelijk gebied. Want daar ligt ook een groot probleem, ook als het gaat om drugsafval en dergelijke. En sprekend over coalities, ja, ik moet helaas woordvoerder Eddy van Heijem teleurstellen. Hij zei dat wetvoorstel van die staatssuite een beetje verdwenen. Nou, wel nee, dat is in een noodgang door de Tweede Kamer gegaan. Ligt wel bij de Eerste Kamer. Het is kierenwiet, om het zo maar eens te zeggen. En ik roep mijn collega's van harte op, torpedeer dit wetvoorstel in de Eerste Kamer. Want met de gezondheid van burgers moeten wij niet gaan experimenteren. En toen bleef het stil. Nee hoor, drugs is troep. Ik ben het van harte eens met de heer Van Dijk dat drugs troep is en dat ik wil geen één jongere aan de drugs hebben. Dat is erger dan een hele hoop andere dingen waarvan we nemen die schermpjes waarvan we tegen onze jongeren af en toe zeggen doe eens wat minder. Drugs is troep, is slecht voor je, doe het niet. En als de overheid dat legitimeert, zit daar een gevaar in. En daarom, ja, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat experiment eigenlijk gedoemd is te mislukken. We gaan het nog behandelen. Maar u zult mij aan uw zijde vinden in het altijd weer benoemen wat een troep het is. En als het gaat om dat drugsafval. Maar stemmen jullie tegen? We gaan dat behandelen. U weet dat het in het coalitieakkoord staat, maar u weet ook dat ik zeg, dit experiment, ik zie het niet slagen. Okay. Dat drugsafval, daar werd net heel goed gezegd dat de provincie nu wel regelingen treft, tot 50% wordt geloof ik vergoed. Maar waar ik enorm van baal, is dat dit kabinet wel de strijd tegen drugs opvoert, maar onvoldoende de bondgenoot is van burgers die het slachtoffer zijn. En juist daarin, de ministers praten al heel lang met elkaar, hoe moeten we dat nou oplossen? Zij moeten hier echt een voortrekkersrol in nemen, samen met de provincies en de gemeente die het aangaat. Ik wil de minister van Binnenlandse Zaken daarom ook oproepen om haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit is niet alleen justitie, dit is ook samenleving. Ik proef dat hier een coalitiepartij zeg maar aanschurkt tegen de oppositie. Geldt dat ook voor het CDA? Nou, je weet, in het CDA-verkiezingsprogramma vinden wij ook drugs, troep en niet gedogen. Maar daarmee zijn we er niet. Wij zijn als Eerste Kamer, denk ik, ook om te kijken hoe het in de uitvoering gaat. Ja. En je ziet hoe triest het gezin het verhaal vertelde met die kinderen. En dat betekent dat we daar wat op moeten doen. Maar dat is niet alleen Binnenlandse Zaken of Justitie. Het heeft ook te maken met de minister van Landbouw, hè, want het gaat veel landbouwgrond. Het heeft ook te maken met Staatsbosbeheer en natuurmonumenten die veel gronden hebben. Mm-hmm. En ik ben voorstander van om te verkennen hoe je in de uitvoering de BOA's, dus niet meer blauw op straat, maar dat is nodig, maar je hebt de bijzondere opsporingsambtenaren nodig in het groen, vroeger de boswachters, dat 15 jaar geleden de Tweede Kamer ook voor gepleit, omdat die bevoegdheden nodig hebben en goede prioriteiten moeten stellen. Daar ben ik voor. Dus in de uitvoering zie ik gewoon een aantal dingen gewoon misgaan. Met mensen die slachtoffer zijn, maar ook met de BOA's die niet de mogelijkheden hebben om die lui gewoon te pakken. Maar
Meneer Rietkerk, ik heb toch een beetje het gevoel, als ik u beluister, dat u de kraan toch wel wat laat druppelen terwijl u aan het dweilen bent. Hoe dan? U wilt toch een pilot gaan starten met staatswiet en tegelijkertijd zeggen, die boswachters die mogen meer optreden, boa's, et cetera. Heb u niet, dan heb u, zeg maar, mijn collega van de ChristenUnie gehoord, het staat in het regeerakkoord. Als Eerste Kamer ligt daar het politieke primaat, dus dat is het. Maar de Eerste Kamer zal een eigen afweging moeten maken over de kwaliteit van wetgeving en de uitvoering. En ik zeg dat die uitvoering, die is lek. Dan dwel je met een kraan open. En wij moeten gezamenlijk aan de kwaliteit van wetgeving en de uitvoering doen. Maar dan heb je ook instrumenten en mensen nodig die slachtoffers helpen. En dat is niet alleen meer blauw op straat, maar dat zijn ook de groene boswachters en de boa's die met voldoende bevoegdheden, want die hebben ze niet, kunnen toeslaan en de mensen kunnen pakken. Maar die hebben altijd weer een telefoontje nodig, politie moet erbij komen, die zit in de wijk. Dat moet gewoon effectiever. En wij moeten wel naar de effectiviteit van wetgeving kijken. Rietkerk, ik proef hier dat hier al de Eerste Kamer ons hoop geeft als kijkers en als luisteraars. Want zij kunnen misschien wel de beweging van de Tweede Kamer tegenhouden. Neemt u, meneer Van Dijk, ook proactief al actie richting de Tweede Kamer? Richting uw buren, zogezegd, in de Tweede Kamerfractie? Als het gaat om de staatswiet, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Het wetsvoorstel in zaken die staatswiet is al de Tweede Kamer gepasseerd. Mm-hmm. Met de voorstem ook van CDA en ChristenUnie. Ja. Dus ook ik vestig nu mijn hoop op mijn Eerste Kamercollega's. En ik reken daar op het gezond verstand. Kijk, dit kabinet is bij uitstek ook het kabinet van de preventie. Zelfs kroketten willen ze bijna verbieden. Het zou toch te gek zijn als er wel softdrugsgebruik gaat legitimeren. Ik denk dat we ook GroenLinks nodig hebben, de PvdA nodig hebben. We hebben diverse partijen nodig die er volstrekt anders over denken. Want die zijn tolerant en die gedogen. En dat betekent dat we in de Eerste Kamer op dit thema wel met een minderheid staan. Op dit moment. U maar heeft daarom nog wat... is het wel van belang dat we juist ook voor onze jongeren blijven zeggen, jongens, begin er niet aan. En daarin heeft de overheid een belangrijke taak. Kijk. En dat vind ik een van de dingen die bij dat wetsvoorstel echt, echt heel belangrijk is. Want ik wil ook niet als moeder dat mijn kinderen in aanraking komen met wiet. Niemand wil dat. Dus u ziet ook een voorlichtingscampagne ontstaan? Ik zie van allerlei initiatieven ontstaan als we maar zorgen dat onze jongeren niet aan die troep beginnen. Oké, okay, ja, ik zie beide heren volgens mij een stem in het klikken, dus ik nee, herhaal het over, maar. Alleen, ja, dat is natuurlijk evident. Het is natuurlijk heel apart dat de overheid aan de ene kant gaat waarschuwen, beginnen niet aan, ja. En tegelijkertijd legaliseer je. Dat ja. Is natuurlijk maar dat is ook leven. Dat is niet dat ik het wil, want u kent mijn verkiezingsprogramma zeker. Al te goed, want ik zit al 4 jaar achter meneer Van Dijk in de Eerste Kamer, dus wij praten wel eens. Maar het is wel zo dat er anderen zijn in dit land die denken dat het goed is. Ik denk, niet zo slim. Heel vriendelijk gezegd op zijn Eerste Kamers. Maar we gaan daar met elkaar proberen zo verstandig mogelijk beleid van te maken betekent, voor de jongeren van Nederland. Heel goed. Aanvullend, ik vind dat in de thuissituatie, ik mag in het onderwijs werken. En zowel zeg maar, bij de kleine kinderen en zeg maar, bij de 10 tot 14-jarigen, daar begint het al. En dat betekent dat we niet alleen naar de overheid moeten wijzen om daarvan te verwachten. Want die doet soms geen slimme dingen. En dat betekent dat we een appel moeten doen op de opvoeding thuis en op de, zeg maar, de scholing en de educatie. Die je op school en in de schoolomgeving krijgt. Want daar zit de meeste beïnvloeding van degenen die daar wel ontvankelijk voor zijn. Goed zo, dank u wel. Wij gaan door naar onze volgende stelling. Ik zie hier een grote overeenkomst tussen de drie partijen en ze gaan samen optrekken in de Eerste Kamer. Op naar de volgende stelling. Ja, er worden mooie coalities gesloten vanavond. We hadden het net al even over de energietransitie, maar het onderwerp duurzaamheid is veel groter dan alleen energie. En is daarnaast ook nog het thema van deze verkiezingen. We duiken nog wat dieper in de materie. Ik ben Rob Renne van Windmolen Informatiecentrum Elfbeaufort. En wij lichten hier de mensen in over windpark in Nederland. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Wat doet de overheid er allemaal aan? Nou, op het moment gaat er heel veel subsidie naar de ontwikkeling van windparken. Nou, ik denk dat we dat nu kunnen. Hè. Dat gaan we in 2023 ook zien. Windparken zonder subsidie. Maar nu wordt het belangrijk dat er iets komt. Een bijdrage vanuit de overheid om... Ja, bedrijven te stimuleren om energie te gaan opslaan. Zodat we het ook kunnen gebruiken op momenten dat we het nodig hebben. Nu dumpen we het maar op de energiemarkt, maar we kunnen er geen kant meer op. En dat is de vervolgende stap. En daar zie ik ons in de toekomst ook naartoe gaan. Vaak hoor je, joh, ik vind zo'n windmolen bij mij in de buurt helemaal niks. Dan kunnen mensen participeren in het windpark. Op die manier hebben mensen de kans om mee te profiteren en ja, mee te genieten van de opbrengst van een windpark. In de toekomst denk ik wel dat meeparticiperen steeds minder aantrekkelijk wordt voor de gewone particulier. Maar ik denk wel dat het goed is dat de overheid energie geld stopt in een bepaald gebied waar een windpark staat. Zodat mensen ook zien van joh, het windpark staat er. Nou, dat is misschien niet voor iedereen leuk. Maar uiteindelijk wordt ons dorp wordt er wel een stuk levendiger van. We krijgen jaarlijks een bijdrage voor ons dorpshuis. En op die manier kunnen we als dorp ook blijven bestaan.
De stelling is: beter een weiland met zonnepanelen dan met koeien. En daarover gaan we in debat met Klaas Ruitenberg van de SGP Gelderland en Sander de Rauwe van het CDA Friesland. Maar eerst naar de reclame. We zijn over 3 minuten bij u terug. Blijf kijken. Ik ben Helene van Dijk en ik vind het heel leuk om het programma De Mooiste Koren van Nederland Zingen te mogen presenteren. Het zijn allemaal bekende liederen, psalmen, gezangen, maar allemaal liederen waar u blij van wordt. Liederen die je bemoedigen en vertroosten en ook liederen waarin we God loven en danken. Iedere donderdagavond om 8 uur op Radio 1 en maar liefst 1,5 uur. Hallo, ik ben Hans Schippers en ik ben technisch muziekplanner bij de Reformatorische Omroep. Ik wil als muzieksamensteller u, als luisteraar, de dag door een evenwichtige reeks van mooie muziek aanbieden. En dat is mijn lust en mijn leven. Ik ben Caroline Luitjes en ik presenteer Vrouw in Beeld. Ik hou van inspirerende verhalen. Verhalen die raken, die bemoedigen en verder brengen. Daarom is er iedere vrijdag van 10 tot 11 een vrouw in beeld met haar unieke levensverhaal. Ja, perfect. Oké, opname naar 5, 4, 3, 2. Vond jij dit verhaal nou ook zo leuk? En ben je benieuwd of Niels goed kan sporten? Kijk dan volgende week. Leuk dat u kijkt naar Welbeschouwd, het bijbelstudieprogramma van de Reformatorische Omroep. Laten zij die hem lief hebben, ik vertaal het liever zo, zo stond het in mijn NBG-vertaling. Zij die hem lief hebben, zijn al opgezaagd. U thuis ook bedankt. Nou, nog een keer. Je moet me ook niet zo aanstaren. Grapje. Ja? Hij staat erop. Hey. Trek hem eruit, oké. Zo. Schenk maar in. Oh, daar gaat hij. Als je die sjaals daar zo ziet hangen, welke zou jij zelf eruit pakken? Waarvan denk je dat ze bij jou staan? Ja, absoluut die lege groene. Ja, dit is gewoon echt super mooi voor jou. Ja. En eten koken. Eten koken, ja? Ja, dat vind ik ook super leuk. Ja, maar je begint met niks. Ja, met het kopen van je boodschappen. Ja. Even zitten, rood wijntje erbij. Niks. Er wordt er even niks meer van je verwacht. Niks. Welkom terug bij het Christelijke Provinciale Verkiezingsdebat 2019, hier live vanuit de studio's van de Reformatorische Omroep in Nijkerk. U als kijker van die Reformatorische Omroep, of van Family 7, of van het Reformatorisch Dagblad, van harte welkom. En we zijn op de helft van dit debat. Als u mee wilt praten, dan kan dat. Doe dat dan via sociale media en gebruik daarbij de hashtag Christelijk Debat. We gaan debatteren over de stelling: beter een weiland met zonnepanelen dan een met koeien. Klaas Ruitenberg, SGP Gelderland. En Sander de Rauwe, CDA Friesland. Meneer Ruitenberg, eens of oneens? Oneens. Ik zie graag koeien in het weiland en dat niet alleen. We hebben natuurlijk te maken met het energieprobleem. We hebben ook een ander probleem. En dat is het voedselvraagstuk naar de toekomst toe. En het zou wel heel raar zijn als een land als Nederland, dat bij uitstek goed is in het maken van voedsel, in het genereren van voedsel, dat gebruikt gaat worden voor energie. Dat kunnen ze beter dan ergens anders in Europa doen. De Rauwe?
Ja, het CDA ziet het ook niet zitten. Wat is het zonde, hè? We zijn gezegend met hele mooie landbouwgronden in de wereld, hier in Nederland uitgerekend. Maar we kunnen het volgens mij ook slimmer doen. Laat die koe nou lekker in de wei en doe die zonnepanelen op het dak van de boer. En daar hebben we eigenlijk drie dingen mee gewonnen. Heel veel daken zitten nu nog vol met asbest. Haal dat eraf en zet zonnepanelen terug. En laat die koeien lekker grazen en die voorzien onze voedsel in de wereld. Is het goed voor het milieu, ja, goed voor de boer en ook goed voor de koe. Is dat uw aanvalsplan zonnecellen? Zonnecellen is wat ons betreft een aanvalsplan de daken. Bijna 90% van de daken in Nederland hebben geen zonnepanelen, maar wel zon. Dus onze stelling als CDA is, gebruik nu die mooie daken voor bijvoorbeeld zonne-energie. Mm-hmm. Maar ga niet onze mooie landerijen ook verwoesten en verspillen aan zonnepanelen, want we hebben veel betere plaatsen. Oké, geen zonnepanelen, Ruitenberg, windmolens? Zowel windmolens als zonnepanelen zijn op zich goed om te helpen aan het kleine beetje energie, of het juiste grote hoeveelheid energie die we gebruiken. Veel beter zou het zijn om meer sober te gaan leven. Denk aan al die vliegverplaatsingen die heel veel energie kosten. Maar ook is het zo dat ons land eigenlijk helemaal niet zo geschikt is om de energieproblematiek op te lossen. Wat hebben we? Veel wind? Sobers bijna niet. Veel zon? Zwinters helemaal niet. Dus je zult een mix moeten gebruiken van heel veel soorten en vormen van energie. Bijvoorbeeld kernenergie. Ik weet dat het een moeilijk woord is in politiek Nederland. Ja. Maar op dit moment zijn er thoriumreactoren in ontwikkeling die ervoor kunnen zorgen dat op een meer veilige manier energie geproduceerd kan worden. Het wordt het geval kernenergie, de rouwe. Ja, daar maken we de komende jaren nog wel gebruik van. Maar uiteindelijk moeten we er vanaf. Want als ik aan mijn collega's zou vragen, zou u het fijn vinden om kernenergie in uw provincie op te slaan? Dan schrikt u direct en dat willen we dus niet. Mm. Dus we hebben het nog wel nodig. Thorium zie ik ook wel, maar dat is wel een beetje op hoop van zegen politiek. Thorium staat nog helemaal in de kinderschoenen. Nee, wij kunnen best nu al met elkaar slimme dingen doen, maar doe het wel op een realistische manier. Ja. En juist zon en wind lossen elkaar heel goed af. Het werd al gezegd, als de zon niet schijnt, zie je vaak dat de wind waait. Windmolens kunnen ook, maar doe het niet op het landschap. Doe het bijvoorbeeld op zee. Ja. We zien nu al door heel veel innovaties. Nou, u wil ook dorpsmolens, heb ik gelezen, van 15 meter in ieder dorp in uw provincie. Nee, dat gaat te ver. Dan leeft u iets te ver door. Nee, wat heel mooi is in Friesland is dat wij heel veel dorpscoöperaties hebben. Echt van onderop. En dat mensen zelf zeggen, wij zouden wel een kleine windmolen willen. Of wij willen die zonnepanelen op het dak. Ja. En dan zegt het CDA, dan kunnen we zaken doen. Oké, goed idee voor de Betuwe. Dan mag het. In Ede hebben we een warmtecentrale en die zorgt voor een groot deel van energie, maar die maakt gebruik van juist heel veel soorten energie en zonne-energie en windenergie. Ja, het is heel leuk voor de mensen, voor onze energie in de woning, maar daarmee dekken we de bedrijven echt niet af. Er is echt te weinig voor de toekomst. We zullen naar kernenergie toe moeten en zeg niet dat kernenergie gevaarlijk is. In de wereld heeft er nog nooit een zo groot kernprobleem zich voorgedaan dat allerlei verwoestingen zijn. Dus tot slot, Rauwe. Nou ja, dan zegt de SGP dus ook, kernenergie dan opslaan, maar gaan ook bij u in de buurt. En daar zeg ik als CDA heel duidelijk van, nee, niet in onze provincie. U kunt als SGP er niet bepleiten, we zijn voor kernenergie. En volgens zeggen, de rotzooi, doe dat maar in de derde wereldland. Ook dan moet u uw verantwoordelijkheid nemen. We zetten hier een punt en gaan naar de Eerste Kamer, kijken hoe die erover denkt. En de stelling is, geen zonnepanelen, maar kernenergie. Nou en of. Kernenergie. En ik zag hier twee fronsende wenkbrauwen. Mevrouw Bikker, wat vindt u dus ervan? Steunt u opnieuw de SGP in haar stellingname? Nee, ik vind de SGP doorgaans heel verstandig. Maar op dit punt zit ik in een andere lijn. Om twee redenen. Kernenergie geeft veel troep die zich eigenlijk niet op laat ruimen. En een andere reden. Je mag nu een kernenergiecentrale beginnen in Nederland. Maar niemand doet het. Waarom niet? Het is geen business case. Het loont niet. Je moet er dus niet aan beginnen. Je kan je geld veel beter inzetten op schone energie. Daar zijn allerlei goede voorbeelden van genoemd. Eerder dit debat, kernenergie moeten we niet doen. Thorium is op lange termijn wellicht een mogelijkheid. Daarvan zeg ik, onderzoekt alle dingen. Ah, die en behoudt het goede. Daar komen we zo even op en behoudt het goede. Ja, heel goed. U kreeg een compliment. U bent een verstandige partij. Ja, toen mochten we wel stoppen. Maar inderdaad. Maar, vindt u de ChristenUnie ook een verstandige partij in haar stellingname? Nee. Ik denk dat wees maar gewoon eerlijk. Zoveel energiesoorten nodig hebben dat we niet bijvoorbeeld dat moeten afsluiten. We willen geen schaliegas en we willen geen kernenergie. En we kijken alleen maar naar wind en zon. Nou, daarmee gaan we het in ieder geval niet redden. Daar kan, de industrie kan niet draaien op windmolens of iets dergelijks. Als het gaat om kernenergie, CO2-neutraal, het is betrouwbaar. Er overlijden elk jaar duizenden en duizenden mensen wegen fijn stof. Dus in die zin kun je zeggen, is kernenergie een ontzettend
veilige methode. Het afval is een groot probleem. We hopen dat voor de toekomst in dat thorium en iets dergelijks uitkomsten kan bieden. Dus laten we ook verwachten. Dat is misschien nog ver weg, maar dat geldt voor meer voorstellen. Nou. Laten we innovatie en wetenschappen ook even de tijd gunnen. Nou, dat vind ik mooi. Laten we die de tijd gunnen. In het filmpje wat we net als intro zagen, hè, van Elf Beaufort, het windcentrum daarbij Nagelen. Die man die gaf ook aan, Rob Renne, laten we nou ook kijken naar de opslag van energie. Hoe denkt de CDA erover? Durf kapitaal, investeerders betrekken, de overheid erbij. En laten we nou eens inzetten op het T-woord. Thorium is gevallen. Opslag van energie. Gaat de Eerste Kamer daar een lans voor breken? Wat ik heel mooi zou vinden is dat de mensen die er echt verstand van hebben, als het gaat om de nieuwe vormen van energie, mm-hmm. dat we daar krachtige fondsen voor hebben die revolverend zijn. En dat betekent dat er een vliegwiel op gang komt die je heel lang, want je moet het over 20, 30 jaar zien. Ik vind thorium is in de onderzoeksfase. Daar hebben we de komende jaren kunnen we daar de burgers niet een rat voor ogen draaien en zeker het bedrijfsleven niet. En als het om kernafval gaat, dan is het zo dat het Europees zo is dat er soms via de Franse kerncentrales energie binnenkomen of via de Russische gasleidingen komt het gas nog binnen. Het is hartstikke ingewikkeld. Mijn stelling is, daar waar we met de energie zelf goede pakketten kunnen maken. En inderdaad, de CO2-heffing, ik ben daar persoonlijk een voorstander van. Dat debat moet nog plaatsvinden. Persoonlijk, zegt u? Persoonlijk, ja, want dat debat moet in de Tweede Kamer nog plaatsvinden. Maar waarom? Omdat je die lasten eerlijk moet verdelen. Het is een vraagstuk die en ingewikkeld is, geld gaat kosten. En ik vind de lage en de middeninkomens moet je ontzien. En de bedrijven zullen met elkaar, zeg maar, tot programma's moeten komen. En ik ben dus als CDA geen voorstander van om het afval dan in zee te dumpen. Want dan moet je inderdaad ook ervoor kiezen om het gewoon in de omgeving, zeg maar, op te slaan. En het is te gevaarlijk. Dus wij moeten naar duurzame vormen van energie voor de langere termijn. Oké, nou, dan gaan we even terug vanuit die toekomstige bespiegelingen naar technieken die gewoon in het dagelijkse leven al bestaan. Bijvoorbeeld die windturbines. We zagen prachtige plaatjes ervan. Ik merk dat in vele provincies toch tegenaan wordt gelopen van, mag de natuur nou wijken voor windenergie? Nou, in de provincie Overijssel, waar ik dan zelf mag wonen, en Gelderland kun je erbij nemen of waar. Ik vind dat de energie, de natuurgebieden, waar we kiezen voor recreatief gebruik, maar de kwaliteiten, zeg maar, van de ecologie die daar is, daar moet je geen grote windturbines willen neerzetten. Waarom niet? Omdat dat gewoon daar niet passend is. Doe dat op zee, net zoals in Duitsland bij Bremen, met grote windvangende energie. Dan moet je wel de kabels en, zeg maar, de tennet, zeg maar, de opgave geven. En je kunt hier en daar passend bij de omgeving, kun je een aantal molens. Maar niet in natuurgebieden. Dat is niet het plek waar je dit moet doen. Maar zou dan bijvoorbeeld provincie Drenthe, die vooral niet aan zee grenst, ook op zee een windpark mogen starten? Ik vind het prima dat ze adopteren of dat ze, zeg maar, daar een investering op doen. Los van het feit dat, wat Sander de Rauwe zei, er zijn energiecoöperaties die een 15 meter hoog molentje met de opbrengsten graag willen. Want dat versterkt de leefbaarheid in kleine kernen. Laat dat toe. In Overijssel, op bedrijventerreinen of langs de A1, zet daar dan, en bij Staphorst heb je een gebied met heel veel ruimte waar er een aantal staan, gepast moet je doen. Maar verder de grote opgave, doe het in geothermie. In de Koekoek, bij Kampen, daar kun je heel diep kun je aardwarmte halen. Dat water komt warm boven, de energie haal je eruit. Voor de en dan kun je, als je 7 putten maakt, dat betekent dat je 700.000 huishoudens van energie van kan zien. Daar moeten we in investeren. Maar het antwoord is daarmee dus en. Het is en zonne-energie op de plekken waar het kan. Ik reed hier naartoe met de trein, het eerste stukje. En dan zag je zelfs langs de spoorlijn al zonnepanelen. Dus daar kan je slim over nadenken. En windenergie op land. Daar waar mensen het willen. De ouderwetse dorpsmolen keert op sommige plekken gewoon terug. En mensen hebben een lagere energierekening, zijn er blij mee. En op zee. Maar wel op zo'n manier dat onze vissers kunnen vissen. Dus niks overdreven. Maar en dan komen we een heel eind. Ik hoor hier gezonde nuchterheid in de Eerste Kamer. We gaan door naar een volgend thema wat mij betreft. Dus kijken of daar ook net zoveel nuchterheid aan de dag wordt gelegd. Dankjewel, Arjan. Ja, de provincie gaat erover waar nieuwe huizen gebouwd mogen worden. Maar de huizenmarkt staat onder druk. Hoe kunnen provincies helpen om die weer vlot te trekken? Ik ben Henk Loosman, ik ben makelaar op het oude eiland Urk. De woningmarkt nou, die loopt op dit moment helemaal vast. Eigenlijk is overal vraag en behoefte aan. En daarbij komt dat de aannemers, hè, door de crisis zijn van hun vakmanschap ingeleverd hebben. Dus minder personeel om handen hebben om op deze vragen in te spelen. Zodat de snelheid van de bouw de vraag sowieso al niet bij kan benen.
En dan mag je je afvragen, is er nog wel ruimte genoeg om te bouwen? Moeten we nog meer van onze boeren afpakken? He, moeten we de agrariërs nog meer inperken of achteruitdringen? Moeten we natuurgebieden omvlagen, waar we toch ook behoefte aan hebben? Maar de ruimte zou gecreëerd moeten worden, want Nederland groeit. Overal. We moeten niet uit het oog verliezen dat door al de ontwikkelingen, het aankopen van grond, stijgingen van bouwkosten, hoeveel kan de jonge Nederlander nog opbrengen in het begin van zijn carrière? Want wat ik echt voorzie op dit moment, is dat straks de woningen misschien wel gebouwd worden, maar niet meer gekocht kunnen worden, want alles wordt te duur. Nico de Jager, SGP Zuid-Holland, tegenover Arne Schadelee van de ChristenUnie Utrecht. En de stelling is, de natuur moet wijken voor nieuwe huizen. Schadelee. Ja, dat is een beetje een soort valse tegenstelling. Alsof je alleen maar kan bouwen in de natuur. Wij hebben in Utrecht een enorm probleem. En dat is in de stad Utrecht natuurlijk, doordat daar heel veel studenten wonen, die er allemaal willen blijven wonen, maar geen nieuwe woningen kunnen vinden. Maar ook wel in heel veel kleinere dorpen, in Lopik, in Oudewater, in Renswoude, waar een enorme behoefte is, met name voor jongeren, om goede woningen te krijgen. Maar wel of niet bouwen dan? En wij bij de afgelopen jaren zijn als provincie Utrecht heel streng geweest. Mm-hmm. En met de kennis van nu zeg ik van misschien zijn we een beetje te streng geweest. En ik zie wel dat we de komende jaren meer ruimte gaan geven aan bouwen. Maar dan wel met aandacht voor goede inpassing in de natuur. En zorg dat je en bouwt en het mooier maakt. Zuid-Holland, nog drukker, nog voller? Zo lang mogelijk voorkomen dat je kostbare landbouwgrond op gaat geven voor woningbouw. Maar er is wel een probleem. Gezinshuishoudens worden kleiner, de bevolking groeit, er is een achterstand, er is scheefgroei, mensen worden ouder. Dus er is echt een hele grote druk op die woningmarkt, dus we zouden wat moeten doen. Waar wij primair de oplossing in zien, is bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebieden om te bouwen naar plekken waar woningbouw plaats kan vinden. Er zijn een aantal projecten in Zuid-Holland waar dat succesvol gelukt is, dus dat kan. En daarnaast zo zuinig mogelijk omgaan met de kostbare landbouw. Ja, Schadelee, u noemde het zelf al. Jongeren die willen blijven wonen in hun dorp waar ze opgegroeid zijn. Hoe verklaart u dan uw verhaal? Wat voorzichtig bouwen? Ja, nee, het houdt inderdaad een keer op. Hè. Wij hebben de afgelopen 8 jaar als provincie ook heel erg sterk ingezet op wat we inbreiden noemen. Hè. Dus verrommelde industrieën, treinen, lege kantoren omkatten en geschikt maken voor huisvesting. Maar op een gegeven moment, zeker in kleinere dorpen, ben je daar een keer klaar mee. En dus zeggen wij als ChristenUnie in ieder geval, de komende 4 jaar gaan we meer bouwen, juist ook bij die kleinere dorpen. Alleen dan vind ik wel dat je als provincie ook de verantwoordelijkheid moet nemen om daar wat meer eisen aan te stellen. Ja. Want de afgelopen jaren was het veel te vaak zo dat als wij een gemeente ruimte gaven om te bouwen, dat het hele hippe, kekke villa-wijkjes werden. Wat uiteindelijk de lokale doorstroming nog hielp, maar mensen vanuit elders aantrok. En dat moet je niet doen. En voorkeur voor starters? Nou ja, starters of bij, juist voor seniorenwoningen. Hè, zodat senioren kunnen doorstromen, de eensgezinswoningen achterlaten. Zodat daar weer jongeren in kunnen. Goed idee, Jager? Ja, dat is een goed idee. In de kleinere kernen heb je best het probleem dat, dat mensen die het huis uitgaan daar geen woning kunnen gaan vinden. Dus vertrekken. Dus zo'n dorpskern verandert van samenstelling. En dat is ook niet de bedoeling. Dus wij zijn er wel voor om juist voor die dorpskernen, de kleinere dorpskernen, wel te kijken van wat kan je daar nog bouwen, welke ruimte geven we daar wel. Maar dan wel op een manier dat die dorpskern en het dorp zelf ermee gebaat is. En dat je niet daardoor weer bewoners van buiten die dorpen aantrekt, zodat die dorpen daardoor gaan groeien. Heeft u last van pandjesbaas in Zuid-Holland? Mensen die woningen opkopen? In de steden is dat zeker wel het geval. Ja, in de dorpen weet ik dat niet. Wat doet u dan? In de gemeente zijn daar verschillende verordeningen voor. Ik weet bijvoorbeeld dat in de gemeente Utrecht best een strenge verordening is. Dat als je een woning ombouwt van zelfstandig naar onzelfstandig. Maar dat zijn provincies. Ik vraag dat het voor je daar fors voor moet betalen. Ja. Ik weet dat dat in Den Haag ook zo is. Ik weet het niet in alle steden in Zuid-Holland, maar er is zeker aandacht voor. Utrecht, pandjesbazen? Nou, dat is natuurlijk een probleem wat we terecht als ChristenUnie deze week op de agenda hebben gezet. Mm-hmm. Dat je eigenlijk van het woord woningmarkt af moet. Een woning is niet bedoeld om geld aan te verdienen. En dat gebeurt nu natuurlijk wel massaal. Mensen met geld die daar meer geld van maken door over de rug van huurders en huizenbezitters. Ja. De woningmarkt moet weer een stuk volkshuisvesting gaan worden. Ja. Het moet gericht zijn op het huisvesten van mensen. En wij hebben bijvoorbeeld de afgelopen paar maanden hebben we een nieuw gebied erbij gekregen van Zuid-Holland. Gemeente Vijfheerenlanden. Dat is een prachtig mooi open landschap. Nou, je moet er niet aan denken dat er op een gegeven moment projectontwikkelaars daar, want het gebeurt niet alleen in de steden, maar ook op het platteland, weilanden gaan opkopen en daar hun eigen projecten op gaan loslaten. Ja. Je moet de provincie regie voeren. Tot slot, vroeger dan nemen we het weer terug, hè, naar Zuid-Holland. Oh, dan gaat u het weer terughalen. Oké, nou, dat is bij deze gezegd. Vroeger had je premie A en premie B woningen. Ja. Dan betaalde de overheid mee bij de aankoop van een huis. Is dat geen goed idee?
Als het helpt om de woningmarkt vlot te trekken, is het zeker een goed idee om ook met subsidies te gaan werken. Maar ook daar geldt uiteindelijk dat gratis niet bestaat. Om een probleem tijdelijk een oplossing te geven in de zin van we stimuleren dat om dat probleem op te lossen, zijn wij daar best voor in de markt om te praten. Maar het moet geen blijvende regeling zijn. Schatteleen, goed idee? Nou ja, ik ben over het algemeen heel erg voor minder regels, maar we moeten voor mij in die woningmarkt moeten we echt weer durven ingrijpen, ook met meer regels en misschien ook wel met subsidies of in ieder geval met revolverende fondsen, dus dat geld op de duur weer terugkomt. Ja. Oké, we gaan kijken hoe de Eerste Kamer daarover denkt met de stelling: de overheid moet weer subsidies geven voor starterswoningen. Arjan. Ja, dankjewel Rikold. Maar ik heb eerst nog een vraag aan meneer Van Dijk, want ik ben benieuwd wat hij vindt van wat is nou de waarde van een starterswoning, meneer Van Dijk? De waarde van een starterswoning? Wat mag die kosten? Ik weet dat inmiddels een gemiddelde woning ongeveer 360.000 euro kost. Dat is enorm. En wat de prijs is van een starterswoning... Nou, laten we hem anders zeggen. Wat zou voor u een betaalbare prijs zijn als starter? Als starter? Ja, ik ben al lang geen starter meer. Nee, maar goed. Uw gezin zijn misschien wel kinderen aanwezig... die al wat tegen die startersleeftijd aanzitten. Ik doe maar een beetje de gok. Ik denk dat je al gauw tegen een 2 ton aan zit inmiddels. Afhankelijk van het over de Randstad. Ik geloof dat in Friesland de prijzen wat anders liggen. Zoals vragen hoe het in Kamp is? Dat zit dan zeg maar wat noordelijker. Nou, ik zeg altijd 6 keer ongeveer het inkomen. Dus als je een beetje middeninkomen hebt van 30.000... dan zit je in Kampen en Zwolle tegen de 2 ton. En misschien is het zo dat ze in de Randstad wat meer verdienen. Dat zal het duurder zijn. En misschien in Noord-Nederland dat je iets minder verdient... en daar betaal je wat minder voor huizen. Alleen het knelpunt in de Randstad is veel ernstiger... omdat die prijzen daar helemaal uit de bocht geschoten zijn. Ja. En als je het hebt over starters in algemene zin... Ja, dan ben ik voorstander dat gemeenten en provincies bij de SVN... dat is een stimuleringsfonds landelijk, een soort bank... dat ze daar startersleningen geven... die je ook weer aan de hand van je inkomen kan aflossen. Ja, dat is gewoon helemaal. Nu hoor ik u meer iets dromen van... nou, het zou goed zijn als die starterswoningen onverdeeld... en dat zouden kosten. Mevrouw Bikker, ik zag u tussendoor even nee schudden. Nou, u heeft andere ervaring? Dat is niet meer aan de orde. Ik heb jaren in Utrecht gewoond. En ik vertelde net, wij zijn 2 jaar geleden verhuisd. En ik denk dat wij nu, terwijl we dus geen starters meer zijn... met moeite ons huisje zouden kunnen terugkopen. Dus bijvoorbeeld in Utrecht, om daar te gaan wonen... is voor een starter bijna onmogelijk. Of je moet allebei fulltime werken in een heel goed verdienende baan. En hoe komt dat? Dat komt onder andere door particuliere beleggers... die en masse huisjes opkopen, want dat heeft een goed rendement... Mm-hmm. en er niet zelf gaan wonen, maar dan hoge huurprijzen vragen. Nou, daar moet een einde aan komen. Daar hebben wij voor gepleit in de Tweede Kamer. Maar ook lokaal pleiten we daarvoor. En zo zijn er meer maatregelen te nemen om starters te stimuleren... om wel die eerste stap te kunnen maken. Want dan kan je ook verder doorgroeien in de huizenmarkt. En de woningmarkt kookt nu echt droog. Dus het kabinet moet daarin ook meer gaan doen dan alleen maar bouwen. Er is meer nodig. En is ja, Utrecht ook, maar bouwen is wel nodig. Is de starterslening dan ook, het klopt hè, wat je zegt, het knelpunt? Ja. Want het is in de grote steden en de Randstad echt anders zeg maar, dan in Noordoost-Nederland in algemene zin. Daar is de startersproblematiek al groot in Noordoost-Nederland. Ja, dus daar is de starterslening bij veel gemeenten die daar inleggen voor 50%. En de provincie verdubbelt dat. Het Rijk heeft ook nog een potje. Kan dat ook in Utrecht, in Utrechtstad? Of is dat niet een instrument wat je kan gebruiken als starter? Nou, gezien de hoogte van de prijzen kom je daar dan, denk ik... maar ik ben geen makelaar, hè? Ik ben een eenvoudig Eerste Kamerlid. Maar ik denk niet dat je daar meer tussen komt. Dus daar is echt meer nodig. Dat is dan geen starterslening. Voldoende dan dus. Nee, dus daar moet de overheid echt in gaan grijpen... als je wilt dat je stad ook een plek blijft van niet alleen de happy few... die het kunnen betalen... en de mensen die in de sociale woningbouw, sociale huur zitten. Daartussen zitten gewoon hele normale gezinnen... die gewoon met elkaar hard werken... en die horen ook in de stad te wonen om hem gezond te houden. Maar we moeten ook kijken naar de kleine dorpen, hè? Want ik ken ook genoeg mensen die daar willen wonen. Nou, daar kijken we dan zo even naar. Wat ik hoor u zeggen van... iemand die een huis koopt moet er zelf gaan wonen. Toch? Is dat even kort de bocht geconcludeerd? Nou, in die steden waar het droog kookt... Ja. Lijkt me dat een hele... Maar het koopt overal droog. Laten we het even gemakshalve stellen. Ik kan niet heel Nederland overzien... maar het lijkt me dat een hele gezonde maatregel. En dan kan je natuurlijk maatwerk doen als een vader een huis wil kopen voor een kind die gaat studeren. Daar zijn prima oplossingen voor te verzinnen. Dat gebeurt ook al in steden. Maar als uitgangspunt, het huis dat je koopt, daar ga je wonen. Juist ook op plekken waar we starters amper meer zien. Lijkt me heel gezond. Akkoord. Ja, ik vind dat de ChristenUnie toch wel iets te gemakkelijk met het opgeheven vingertje naar de beleggers wijst. Daar zit absoluut niet het grote probleem. Het probleem is dat tot 2045 komen er nog 1 miljoen huishoudens bij.
Al jaren worden veel te weinig woningen gebouwd. Dus we moeten daar een inhaalslag maken. Ja, we kunnen mensen eenmaal niet in boomhutten huisvesten. Maar daar wordt ook op ingezet. Dit kabinet zet ook in op bouwen, bouwen. Er wordt al te weinig gebouwd. En ik heb het idee dat ook de ChristenUnie op dit terrein, ook als het gaat om dorpen en de natuurlijke bevolkingsaanwas, wel heel erg zwaar inzet op binnenstedelijke oplossen. Waardoor die huizenprijzen in die steden nog verder exploderen. Nou, we hebben net meneer Schadelee gehoord. Die zei inderdaad, als het kan, binnenstedelijk oplossen. Prima, maar daar waar het niet kan. En hij noemde bijvoorbeeld die kleine dorpen en steden. Ik denk bijvoorbeeld, ik noemde Oudewater net tegen u, geloof ik. Daar zijn wij ook helemaal voorstander dat je goed kijkt van hoe kunnen wij samen met deze plek, deze plaats, de provincie en de bewoners tot een goede deal komen. Zodat er juist starters gaan wonen op die nieuwbouwprojecten. Ja. Of mensen, bijvoorbeeld ouderen, die kwetsbaar zijn en niet willen vertrekken uit de plek waar ze wonen, maar ook geen geschikte ouderenwoning vinden. Daar kan echt slimmer over. Wat heel mooi is, dat is zeg maar rood voor rood. We hebben heel veel gebouwen in het landelijk gebied. Als je die saneert, en dat is ook aan de orde, dat hebben we de afgelopen jaren gedaan in Brabant, in Gelderland, in Overijssel. En dan zie je dat je rood voor een stal afbreken, dat je drie passende, kwalitatief passende woningen moet hebben. Je moet geen rommel hebben, maar die de burgers daar voor een deel zelf bouwen en starters vooral gelegenheid geven om wat kleiner te bouwen. En dan moet je onder de 2 ton blijven in die gebieden. Dan betekent dat je 1 stal afbreekt en dat je 10 woningen terug kan bouwen. Die ruimte, die hebben met name de linkse partijen de afgelopen 10 jaar niet mogelijk gemaakt. En die ruimte die willen wij als CDA in ieder geval daar wel mogelijk blijven maken, zodat je die leefbaarheid stimuleert. Voor zowel jong als oud. Want het zit vast. Goed. Maar dat is een andere problematiek dan in de Randstad en in de steden. Goed zo, dank u wel. Wij gaan ronden af met deze stelling. Er is veel meer over te zeggen, want het is een thema wat ons allemaal volgens mij raakt. Ik zag zojuist, voordat we nu weer opnieuw naar het provinciale panel gaan, dat beneden de temperatuur volgens mij wat oploopt. Want meneer Schadelee die gooide zelfs zijn jasje uit. Ja. Nou, dat lijkt hier nog niet nodig te zijn. Maar ik ben heel benieuwd hoe de volgende stelling ook bij de provinciale panel wordt opgepakt. Riekold, ik geef graag weer jou het woord. Dankjewel, Arjan. Ja, we zijn alweer toe aan het laatste thema van vanavond. En als u thuis mee wilt praten, dan kan dat natuurlijk met de hashtag Christelijk Debat. Ze zijn al een paar keer voorbijgekomen vanavond. De boeren. Aan de ene kant worden ze ingeperkt doordat er huizen gebouwd moeten worden op hun landerijen. Aan de andere kant door nieuwe duurzaamheidseisen. Laten we eens even kijken en luisteren wat een boer hier zelf van vindt. Er wordt wel eens gezegd dat de veehouders de grootste vervuilers zijn. Maar dat is een fabeltje. Het is niks duurzamer dan de melkveehouderij. Het is wel zo dat we steeds meer grond onder de bedrijven moeten hebben. Dus het wordt steeds moeilijker om die grond beschikbaar te houden. Want er stroomt veel meer grond uit de landbouw richting de woningbouw en richting de wegenbouw. Dus ja, dat wordt wel een probleem. Zonnepanelen is voor ons wel een optie, maar toch, ja, bedrijfseconomisch kan het niet uit. Dus als het goed is, zou de provincie daar extra voor moeten stimuleren en een subsidie beschikbaar stellen. Ook voor het asbest verwijderen, dat wordt ook nog een groot probleem. Er ligt nog zoveel asbest op de daken bij de veehouderij. Dus het is een goede zaak om dat eraf te halen natuurlijk. Maar dan, ja, voor de boer kan het niet uit. Dus als de subsidie kan van de provincie, zou ons heel welkom zijn. Provincie moet boeren de ruimte geven. Aan tafel Sander de Rauwe van het CDA Friesland en Herman Vreugdenheel van ChristenUnie SGP Noord-Brabant. Wat vindt u? Ja of nee? Ja, boeren horen bij Brabant. Dus boeren moeten ook boer kunnen blijven in Brabant. En de afgelopen 4 jaar hebben we echt een heel guur beleid gehad. CDA zat voor het eerst niet in de coalitie. Met een aantal linkse partijen. Voor een deel lag dat eraan. Maar ook aan een meerderheid in Nederland die toch, ja, minder vee wil. En dat leidt tot veel minder boeren in Brabant. En ik zat laatst bij een debat met een volle zaal met allemaal jonge agrariërs die voor de overname van het bedrijf stonden. En er werd de vraag gesteld: wie heeft er vertrouwen in de toekomst? En er gingen 3 schamele vingertjes omhoog. We moeten zuinig zijn op onze jonge boeren. We moeten ze toekomst geven. En dat is misschien wel het belangrijkste vraagstuk voor de komende 4 jaar in de provinciale politiek. Meneer Drouw, u heeft een guur klimaat in Noord-Brabant gecreëerd. Is dat ook in Friesland zo? Nee, de stelling was volgens mij juist omdat het CDA niet meedeed. Oh, niet meedeed, ja. Dus bedankt voor het compliment en ik herken het ook. Het zou ook andersom zijn geweest. Als uw partij erin zat, had u denk ik ook een rem erop kunnen hebben. Want de christelijke partijen in de breedte zien gewoon de waardering voor de landbouw. Mm-hmm. Zij zien ons van eten, van drinken, van goede duurzame producten. En het is gewoon heel duidelijk en eerlijk. Elke boterham die wij hier verdienen is een duurzame boterham. Elk pakje boter of elk stukje vlees wat uit het buitenland komt is minder goed voor het milieu dan hier. Onze boeren doen het ontzettend goed. Maar die hebben wel te maken met de druk van de consument. Die soms ook niet altijd even precies weet wat op dat boerenerf speelt. En in Friesland zien we dus dat de boeren wel gelukkig zijn
maar ook voor nieuwe uitdagingen staan. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de bodem, het leven op het land, hè, de vogelstand. En ja, ik denk dat we als CDA in staat zijn om met die boeren van 4-sterrenniveau naar 5-sterrenniveau te gaan. Is de boer de redder van de natuur? De boer onderhoudt heel vaak natuur, dat vergeten we wel eens. Natuur en landschap en boerenleven gaan hand in hand. Het gaat om een optimale landbouw waar natuur ook echt een onderdeel van uitmaakt. Ja, Vreugdeneel, u heeft veel varkensboeren in uw provincie. Maar u zet toch in het programma in op kleine boeren? Op gezinsbedrijven. Want we hebben in Brabant ook te maken met enorme varkensbedrijven waarbij er niet meer zelf gevoerd kan worden en iemand ingehuurd wordt die even een rondje maakt langs alle bedrijven. Dat zijn de bedrijven die wij niet willen, die mogen er zijn, maar niet willen stimuleren erin. Terugdringen? Nou, het nadeel is van de maatregelen die we daar nemen. En minister Schouten neemt daar een aantal hele goede maatregelen door 200 miljoen in te zetten voor een warme sanering op die plekken waar het knelt. Ja. Alleen de coalitie in Brabant die heeft eigenlijk de problemen die spelen bij de pil, hebben ze vertaald naar heel Brabant, waardoor ook op de kleigronden onze melkveehouders prachtig mooie bedrijven met dezelfde regelgeving te maken krijgen als de boer in de pil. Uh-huh. Nou, en daar strijden wij heel hard tegen, want het is echt maatwerk. Dat vraagt ook om een college straks, wat ook een gevoel heeft, een agrarisch gevoel. En ook minister Schout, die zegt ook niet van nee, we gaan op dezelfde weg verder. Nee, die zet een stip op de horizon. We moeten met z'n allen naar een duurzame veehouderij. Daar moeten we wel de tijd voor nemen in het tijdspad wat de boeren mee kunnen maken. Wat past bij hun investeringsregime wat ze hebben, de investeringen die ze kunnen doen. Ja. En als ze daar met elkaar die slag kunnen maken, hebben we elkaar echt voor nodig in de politiek. Van ja, we moeten hier een debat voeren, maar volgens mij veel meer een coalitie ook hier. Ja, nou, weer een coalitie. Ja, kijk eens aan. Ja, toch. Nee, kijk, we hebben elkaar heel hard nodig. Juist voor de jonge agrarische ondernemers, om die weer toekomst te... En daar maken we echt ontzettend zorgen om in Nederland. Oké, okay, de Rauwe, mag dan even naar de droge zomer van 2018, waar de waterschappen nu nog alarm voor geven. We moeten ook voor hen gaan stemmen trouwens, woensdag. Ja, zeker weten. Maar dat kunt u toch als provincie oplossen? Nou, inderdaad, woensdag 2 verkiezingen voor het waterschap, het wetskip, zoals wij dat zeggen, en de staat. Doe het beide en doe het alsjeblieft op christelijke partijen, want we maken het verschil ook in de goede zin. Maar we kunnen daar wel wat aan doen. Die wake-up call van deze zomer kan best wel eens vaker voorkomen dat we te weinig water hebben. En wat ik daarin wel zie, is dat dan heel snel gedacht wordt, ja, draai maar even alles dicht. Maar onze landbouw heeft er direct last van. Mm. Dus ook die landbouw moeten we goed voor ogen houden op het moment dat er weer schaarste is aan water. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Maar ook ervoor zorgen dat die landbouw wel dan door kan gaan. Want de gevolgen zijn heel groot als er even geen water op het land is. Dan is er ook direct een hele oogst aan de kant. En de bodem gaat dan ook achteruit. Ja, tot slot Vreugdeneel. Veel boeren hebben het moeilijk, ook financieel gezien. Maar krijgen toch allerlei opdrachten vanuit het Rijk en de provincie om die natuur te beheren. Kan dat? Ja, daar zie ik hele mooie voorbeelden van dat kan. Kijk, we moeten niet gaan stapelen in regelgeving. Maar juist die boeren die ook zorgen voor een stuk natuurbeheer, die moeten er netjes voor betaald worden. Die boeren die zorgen voor heel veel waterberging door goed bodembeheer, die moeten er iets voor terugkrijgen. Of die boeren die heel veel koolstof opslaan door op een hele mooie manier akkerbouw te bedrijven, die moeten we daarin belonen. En als we dat doen, en dan kijk ik ook naar de burgers, want we betalen ook veel te weinig voor ons voedsel. Als we met elkaar die slag maken en een eerlijke prijs betalen voor ons voedsel, dan kunnen die boeren ook een mooi product leveren. Met tegelijkertijd de kieviet, de grutto en de patrijs in ons land. En dat is precies waar we allemaal naartoe moeten gaan. En daar moeten we de komende 4 jaar aan werken. Duidelijk. We gaan naar de Eerste Kamer voor de laatste keer. En gaan daar de stelling neerleggen. Hoe kun je groen zijn als je rood staat? Nou, en ik denk dan, van boeren moet je houden. Want anders lukt dat niet. Mevrouw Bikker, houdt u ook van boeren? Jazeker. Herman Vreugdeheel zei net, boeren horen bij Brabant. Ja. Ik zeg, boeren horen bij Nederland. Wauw. Zijn we dan een zelfvoorzienende staat als het gaat om voedselproductie? Nou, Nederland is wereldwijd koploper. Er is geen land zo efficiënt volgens mij in het produceren van voedsel. En daarmee is elk eitje op ons bord en elke boterham, die kan gewoon in Nederland gemaakt worden en is daarmee heel duurzaam. Ja. Ja, nee, want je ziet natuurlijk dat er ook van alles goedkoop geïmporteerd wordt. Maar dat is niet nodig. En daarin moeten we ook met elkaar wel scherp zijn. Dan geven we de boeren die prijs die ze toekomt. Maar nu zegt u wat, dat is eigenlijk niet nodig. Als ik boontjes haal in de supermarkt, ik zal het niet noemen, het is meestal een gele, en dan staat er heel vaak land van herkomst Marokko. Ja. En die boontjes zijn heerlijk. Maar waarom worden ze niet, meneer Rietkerk, bij u in de koekoek geteeld? Nou, er worden heel veel prachtige producten in de koekoek geteeld. En die worden ook maar geen bonen? Geen bonen, maar wel paprika's, witlof, komkommers, aardbeien. En gelukkig is het zo dat de laatste 5 jaar, ook onder leiding van de bestuurders in Overijssel en de gemeente, maar vooral door die tuinbouwers zelf, overigens boeren en boerinnen, want onderschat die niet, dan worden die producten afgezet in de winkels in de omgeving. Daarmee is nog niet de kring gesloten, want 80% gaat nog andere producten kopen. Dus dat vraagt wel een internet of een Europees beleid, om het zomaar te zeggen. En ik denk dat we daar nog hele grote stappen in kunnen zetten.
De tuinbouw is gelukkig een hele sterke sector, ook internationaal. Mm-hmm. Dus die staan over het algemeen niet rood, alhoewel sommige situaties schrijnend zijn. Maar ze kunnen investeren en ze kunnen ook investeren in geothermie. Ja. Ze lopen internationaal voorop in de duurzaamheid. En dat mag wel eens gezegd worden. Akkoord. Hoe zit de SGP erin? Grenzen dicht en eerst de boontjes het eigen land opeten? Nou, dat is natuurlijk nog best ingewikkeld. Dat klinkt natuurlijk heel erg aardig. Maar even als we ook denken aan duurzaamheid. Heel veel producten, als die in Nederland zouden willen verbouwen, moet in kassen, gas gestookt, et cetera. Terwijl de zon lustig straalt in Spanje. Dus het ligt allemaal best iets ingewikkelder. Boven die grenzen dicht is geen optie. Want wat mijn collega ook terecht zei, wij zijn een enorme exporteur van landbouwartikelen. En daar moeten we vooral vasthouden. En het is helemaal waar, ik val mijn collega's bij. Boeren moeten vooral een eerlijke, goede boterhammen kunnen verdienen. Want alleen dan kunnen ze ook blijven investeren. In milieu, in dierenwelzijn, et cetera. Heeft u daar een rol als Eerste Kamer? Nou, ik vind bij de uitvoering van toch het ingewikkelde fosfaatrechtenverhaal. Ik ken een paar hele schrijnende gevallen van gezinnen die grote plannen hadden om in duurzaamheid te investeren. Mm-hmm. Maar dan heb je meer grond nodig vanwege de fosfaatrechten. En die bedrijven gaan gewoon kapot. Die staan nu al rood en die moeten het gewoon opgeven. Dat zijn familiebedrijven van oudsher. En ik vind dat daar een soort compensatie voor moet komen. Hoe, weet ik ook niet. Maar als je kijkt naar de uitvoering, dan loopt er in de uitvoering wat spaak. En ik denk dat we als Eerste Kamer daar ook goed naar moeten kijken. Want de Tweede Kamer gaat over de regelgeving met de minister. Maar de minister weet ook dat er een paar hele schrijnende gevallen zijn geweest. En het departement had dat ook niet op orde. Dus ik vind in de uitvoering moeten we de boeren ook meer helpen dan tot nu toe. En met wat minder regels dan tot nu toe. Want we stapelen maar en we stapelen maar. Die individuele boer, die wordt er gewoon triest en soms ook depressief van. Goed punt. En het is van belang dat we ook de overheid met waardering blijven spreken over de boeren. Want zeker als we de geluiden uit de grachtengordel horen, waar ze nog nooit een varken in levende lijf hebben gezien. Althans niet op vier poten. Of we kijken naar een deel van de pers en de manier waarop daar over boeren wordt gesproken, alsof er net grote vervuilers zijn. Het is zo onterecht. Een goede boer is goed voor het milieu en goed ook voor zijn dieren. Maar dan is het natuurlijk wel heel prettig dat we nu eindelijk een minister van Landbouw hebben die gewoon het boerenleven kent, die van boeren houdt en die voor ze opkomt. En ik vind dat eerlijk gezegd echt een verademing met wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ik ken ook de verhalen uit Brabant van de varkenshouders bij wie het water echt aan de lippen staat, bij wie de nood groot is. En ik ben ontzettend blij dat nu het besluit wordt genomen om naast hen te gaan staan, om dat geld wat ook nodig is om die omslag te maken erbij te leveren. En dat is keihard nodig daar. Want wat zou het mooi zijn dat gewoon jonge boeren weer zin hebben in de toekomst en zin hebben om het bedrijf, of boerinnen trouwens ook hoor, zin hebben om het bedrijf van hun ouders over te nemen. Daar ga ik voor en ik weet dat minister Schouten zich daar keihard voor inzet. Afsluitende vraag aan u drieën. Bij u, mevrouw Bikker, hoef ik het eigenlijk niet meer te vragen, want ik wilde vragen, bestaat de Nederlandse landbouw in 2030 nog? Nou, dan zegt u ja. Ja, dat gun ik iedereen. Mijn kinderen en ook de boeren. Zeker, maar als het gaat om bijvoorbeeld de natuurproducten, ik hoorde net de gruttel en de tureluur en dat soort vogels, dan moet je wel de kraaien en de eksen en de vossen beheren en zo nodig afschieten. Heel goed. De landbouw bestaat zeker nog in 2030. En wat mij betreft ook de pulsvissers. Ook daar moeten we heel zuinig op zijn. Nou, u blijft een sterk nieuwe thema's aansnijden. Wij gaan gewoon naar de uitslagen van de enquête die door het Reformatorisch Dagblad, Family 7 en de RO in de afgelopen dagen onder haar achterban is uitgezet. Ik ben benieuwd naar de uitslagen en u wellicht ook. Ja, dat klopt, Arjan. Afgelopen weken hebben onze kijkers en lezers kunnen stemmen op de website van het RD, de Reformatorische Omroep en Family 7. Enquête in kunnen vullen over hoe we denken over de Provinciale Statenverkiezingen en de getrapte Eerste Kamerverkiezingen die daar natuurlijk achteraan zitten. Nou, 60% van u vindt het een plicht om naar de stembus te gaan. Dus ook komende woensdag voor de Provinciale Staten en het Waterschap. 30% wil graag invloed uitoefenen op de Eerste Kamer. Dus die indirecte stem die u woensdag uitbrengt, daarmee oefent u ook invloed uit op de samenstelling van de Eerste Kamer. En slechts, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 5,5% komt in de benen voor de provincie. Vindt dus dat de provincie een parlement heeft en dat we daar ook voor moeten gaan stemmen. 80%, dat is dan wel weer een mooie keerzijde, vindt wel datgene wat de provincie doet heel belangrijk. Maar de opvallendste uitkomst, en daarmee wil ik naar jou weer gaan, Arjan, is toch wel dat 40% van de mensen die de enquête ingevuld hebben, die wil graag de Eerste Kamer rechtstreeks kiezen. En dat is wel een opmerkelijke uitkomst. Inderdaad. En laten we hier nou een kandidaat Eerste Kamerlid hebben die
nieuw in de Eerste Kamer zou kunnen komen. Zou dat perspectief bieden, meneer Rietkerk? Gewoon een lekkere, strakke persoonlijke campagne om rechtstreeks gekozen te worden? Nee, ik heb geen groene stropdas als CDA rond. Dat had ik wel toen ik lijsttrekker was in Overijssel of Kamerlid. Ik vind juist de parlementaire democratie, waar het voortouw in de Tweede Kamer ligt en bij het kabinet, bij die wetgevende instanties, vind ik prima, met de Raad van State. En de Eerste Kamer, het is ook een nevenfunctie, die moeten vooral op de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid en de kwaliteit van wetgeving kijken. Ik ben dus geen voorstander van rechtstreeks kiezen, want dan krijg je twee machten in Den Haag. Dat wordt erg onduidelijk. En de verbinding met de Staten is daarmee ook weg. Nu heb je een verbinding met de regio. Ja. Ik merk het in Overijssel. De mensen vragen, kan ik op hoe stemmen? Dan zeg ik, nee, je moet op Eddy van Heem stemmen. CDA Overijssel. En die stemt op mij. Nou, dan kunt het allemaal goed, zeg maar. Dan kunt het goed. Ja, zie. Kijk, in de aanloop van dit debat hadden we het hier ook even over deze uitslagen. En mevrouw Bikker, mag die verkiezing losgekoppeld worden van de Provinciale Staten? De Eerste Kamerverkiezing? Gewoon. Nou, eigenlijk, we hebben net een staatscommissie gehad en die heeft nog eens goed gekeken van wat is nou het beste als je een Eerste Kamer hebt en een Tweede Kamer. Niemand wil een kopie van de Tweede Kamer. En als je dat niet wil, dan is directe verkiezingen eigenlijk al dan kan je dat eigenlijk niet. En daarom zijn getrapte verkiezingen de beste uitkomst. En ik zeg daarbij, hoe het ook zal zijn, ik vind het heel belangrijk dat in de Eerste Kamer het geluid klinkt van de christelijke politiek. Je hoort toch mensen dat wel eens dat de opkomst lager is bij Provinciale Staten. Maar ik zou nu echt willen zeggen, mensen, ga stemmen. Want het is ook zo belangrijk dat je juist nu laat horen wat je idealen zijn. Want voor de komende jaren is het ook belangrijk dat in de Eerste Kamer dat geluid klinkt. Belangrijker dan anders? Nee, dat is iedere vier jaar opnieuw belangrijk. Maar ook, we zitten bijvoorbeeld als het gaat om dat klimaatakkoord en hoe ga je om met de schepping. Wil je partijen die staan voor rentmeesterschap of niet? Als het gaat om, meneer Van Dijk noemde net het ongeboren leven. Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat heel kwetsbaar. En daar moeten we heel erg zorgvuldig in zijn. We weten ook dat er partijen zijn met andere agenda's. Precies. Kies dan christelijke politiek, alsjeblieft. En kom stemmen. Roep je buren op. Iedereen die je kent. Want juist nu kan je daarmee echt een belangrijk signaal geven in Nederland. Duidelijk. Meneer Van Dijk, 5,5% vindt eigenlijk de provincie nog iets om voor in de benen te komen. Dat is dus wel zorgelijk. Dat is zorgelijk, terwijl ze blijkbaar de taak wel heel belangrijk vinden. Ja, je kunt er ook nog positief in invullen. Blijkbaar zijn ze best tevreden over hoe het gaat. En hebben ze niet zozeer de behoefte om de boel om te gooien. En nou, ik ben van de optimistische lijn, ja. Dus ik ga ervan uit dat dat de achtergrond is. Ja, ja, maar goed, we horen net een vurig pleidooi van voor de Eerste Kamer. Voor de Eerste Kamer. Ontzettend bij, want ik zie met huiver aan hoe het kabinetsbeleid steeds meer begint over te buigen naar GroenLinks. En dan zeg ik, nou, de toekomstige Eerste Kamer kan wel wat SGP gebruiken. Ook dat, ongetwijfeld, als ik u zo hoor praten. Maar die 5,5% die dus de Provinciale Staten nog iets vinden om uit de bank te komen. Ja. Daar bent u dus wel van afhankelijk, want u wordt gekozen door die Provinciale Staten. Nee, dat klopt. En dat moeten we ook in stand laten. Wat mij trouwens vooral opvalt, is dat maar 40% van de geënquêteerden zegt het zou rechtstreeks moeten. Ik kan me voorstellen, als je het aan de kiezers voorlegt, dat je gauw zegt, ja, rechtstreeks heeft onze voorkeur. Mm-hmm. En dat is blijkbaar niet aan de orde. Dus ook opvallend. Zeer opvallend. Wie heeft de behoefte aan een afsluitende opmerking? U heeft de buurt eigenlijk al wel gehad voor die oproep. Ja? Meneer Rieke, het komt goed, zei nou, wat ik heel belangrijk vind, goed? Want wij zijn de Eerste Kamer. Het zijn provinciale statenverkiezingen. En ik denk dat dat per provincie verschillend is. In Friesland, in Limburg, in Overijssel en Gelderland hebben ze een positief beeld over de provincie. Dat is in de Randstad toch wat minder. Ook daar moet je zoeken naar provinciale thema's. Dus ik ben het eens, ga vooral stemmen. Stem voor een christelijk geluid. En zorg dat je zowel op de staten stemt en op de waterschapskandidaten die dat christendemocratische geluid met waarden laten horen. Ik vond het een hele mooie. Zoek naar een provinciaal thema. Wat is een provinciaal thema van de Eerste Kamer in de SGP? Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met de landelijke omgeving, met de ruimtelijke ordening? Dat is natuurlijk bij uitstek ook een thema voor de SGP. Ruimte voor de eigen bevolking en dergelijke. En voor het overige, ik sluit me aan bij de warme woorden die werden gezegd over de bedrijven van de christelijke politiek. Ik wens mijn collega's ook een hele mooie uitslag. We zijn bijna aan het einde van campagnetijd. Er zijn ontzettend veel woorden gesproken door de politici. Waar we echt verlegen om zitten is dat de Heere God weer het woord neemt in onze samenleving. En dan is het pas ook weer echt perspectief. Dank u wel. Goed, wij sluiten hierboven. Wij zitten boven met de Eerste Kamer. Hier sluiten wij af. En we gaan terug naar Rieke Plasterkamp, die in het provinciale panel zit. Dankjewel, Arjan. Ja, dit was het christelijke provinciale verkiezingsdebat 2019. Dank aan de mensen van de Eerste Kamer die daar bij jou in de studio zitten, Arjan. En natuurlijk ook dank aan jou.
Ik dank hier de provinciale lijsttrekkers voor hun inbreng. En ik wens ze nog een gezegende laatste paar dagen van de campagne. Ik dank het publiek wat hier aanwezig was bij de Reformatorische Omroep. En natuurlijk u dank voor het kijken. Komende woensdag kunt u dus naar de stembus. En stem 's avonds om 8:30 af voor het grote christelijke provinciale uitslagenavond.